wij hebben op dit moment al 110 wagens. Ja. 49 dumpers, 1 wetterman. Dus nog geen 50%. Nee. Maar. Mager goed. Het lijkt niet. Ik geloof vast dat er van Omdeen bij kwam. Ik leuf die. We hebben 49, 50 dumpers. Ik zei het al, hè? Ja. Ja, we kringen vast met een dumker bij. Ik geloof die. Leufst wel. Ja. Kleuver, klover niks. Ik denk het verder al. Waard. 52 dumpers al. Ja? Oh, dan moet ik hem weer wacht hebben. Ik wil er M2. Ik verversen. Moest hem verversen. Maar ik kan hem met kieken. Ja, 52. 52 dumpers. 124 kieken. 60 dumpers hebben we op 2 dumpers. Ja, oh kieken. Gaat ook goed. Ja, we zijn op tijd, Christian. Ja. Ja, wij... We doen vernoemd hem kalma, jongens. Ah, nee, toch niet. Weet ik niet. Zien we wel. Ja hoor, daar zijn we weer. Goeiedag, heem. Nieuw Scheemda ligt voor mij niet in de buurt. Zo ziet ze. Nee. Nee. Dat je van Utrecht kan. Simon van Tun eet positief, ja? Oh, en we waren voor 0-1 aan de gang. Dan komt ze delay, hè? Delay, ja. We hadden al gezegd van nou, we gaan nou aan de gang. Ja, al wachten maar, zeg. Zo is het. Kams is er ook. Had ik ook wel gedacht dat hij er ook was. Ja, want verder ook weinig te doen. Nee, hij zit relatief wat... Hij zat vandoor, vanmorgen. Stuurde me een foto. Ze hadden een hele oude livestream te kijken dat ik aan de bier zat. Dan is hij wel heel oud. Ja. Dat heb ik maar 1 of 2 keer met me, nou, denk ik. Uniek. En 1 biertje was het ook maar, hè? Dat denk ik wel. Maar doe Kist niet zo goed over dat, zeg. Nee, nee. Doe eerst alleen maar Pepsi Max. Pepsi Max. Pepsi Max. Hey, City Viking. Kom jij uit België? Ben jij diegene die me gemaild heeft van de week? City Viking? Ben jij een Belg? City. Mm-hmm. City, ik wacht wel even. Hoi. Maarten Stroer is er ook weer. Ja? Ja, die komt van heel. Ook ik. Chauffeur. Stroer, hoor. Ja, die riep met biertjes. En Irma Kaminga. Dat is geen familie. Nee. Ook geen vage kennis. Groetjes Jarno. Jarno Kaminga. Jarno Kaminga, daar waait. Roy Dijkstra. Roy Dijkstra, 13e maand. Goed zo. Poh. Goeiedag. Roet nu all over. All over is daar. Van Morgansens. Ja. Roy. Van de Diamond Paintings. Juist, die. Ja. Van die enorme poster die ik hier staan heb. Ja. Kilden wat een poster. Yes, Belg, zegt City Viking. Elmo wilt spelen. €10. Superchat. Superchat. €1 from Elmo wilt spelen. Oh, dat is nieuw. Elmo. Dat is toch die van Sesamstraat? Ja. Hé, Roegel Badje. Goeiedag, heem. Ik heb een vroeg aan die. Doet het. Ja, voor-nul is er ook weer. Oké. Wie nog ook? Ja, Klaas Maartens. Brabantse Belgische City Fighters. Oh, kijk. Aha. Ho, wacht even. Ja, Jarno Wieringa. Jarno is mijn moeder. Oh. Jarno Wieringa. Wieringa, waar komst u voort aan, Jarno? Dan hier die moeke vast Irma Kaminga en Wieringa. Of Wieringa Kaminga, denk ik. Dat denk ik wel, ja. Of ze deels emus. Oei, oh, wacht even. Doe Bruks alleen nog het ene. En doe last het andere links leg. Ja. Of bedoel je dat niet, Roegebadje? Denk ik wel. Ik zoek te wachten op een livestream. Kom op, start de trekkerhakselaar. Oh, wacht even. Ben je dan ooit? Ben jij van transportbedrijf Wieringa? Weet ik niet, van die blauwe, lichtblauwe met donkerblauwe vrachtwagens. Wat een vreselijke kleur. Nee, wat? Ja, kijk. Ja? Ja. Dan, zie papa nou, jongens, mee aan specials altijd. Zijspa. En chatters, stel je mijn voor aan. Maar dan wil je weten met wie we te maken. Oh, Jelle, die speaker is. Goeiedag, ik krijg thuis van dat je apenkooi. Ja, ik had het filmpje gezien. Vergevorderden zelfs. Ja, ze moesten ook een buitenbaan metnemen, maar zo niet. Oh. Was dat gesponsord door Heuvers? Of Kuil. Maar dat zag er indrukwekkend. Wilma, moeten we hier ook even Joost Klein opzetten? Net als in heel Nederland. Ja, Joost Klein met Europapa. Oh, alsjeblieft. Ik vind het laatste stukje wel leuk met DJ Paul Elstak. Oké, nou, ik denk dat je hangt op dan, maar... Nee, dat de telefoon erop gooit, maar... Ja, ja. Nee, vreselijk. Nou, denk ik wel dat hij gek genoeg wel ver gaat komen. Ja. Maar hij is Europees best wel... Anne reageert de helft van de tijd niet. Nu 3 avonden aan besteden. Morgen mijn vertrouwde... Nee, Roegebadje.
kat in een zak. Nee, toch? Dat moet wel even goed. Oh, wacht even. Wat zegt hij, Emus? Geef anders die giveaway maar aan een ander. Maak er wat jonge boeren in spelen. Nee, oh, joh, het is al onderweg. Oh, oh. De giveaways zijn allemaal onderweg. Heb ik gisteren op een post gedaan. Oh, maar, ome Joop wil ik nog even spreken. Is ome Joop in de chat? Ik wacht, ja, die is er wel. Ja? Maar de Stroet, hoe vond je de Formule 1 gisteren, Emus? Als Max-fan geweldig, als Formule 1-fan matig. Ja. Zo moet je zien. Ja. Dat wil nooit geen competitie, hoor. Maar ome Joop is present, misschien. Oh, ome Joop. Ome Joop. Ome Joop. Ik wil helemaal zeggen, ome Joop. Vorige week zei ik tegen die ome Joop, dat stoel, twee t-shirts en kreeg in een bepaalde maat. Maar nou had ik, denk ik, twee keer dezelfde t-shirt omhoog getrokken. Die heb ik dus niet meer. Ik heb nou drie t-shirts in een andere maat in de dinges gestopt met een leuke sleutelhanger, ome Joop, om het goed te maken. Tommy, 89, is lid van Vatensmoord. Goed zo. Oh. Vatensmoord. Maar Roege Badje zegt waar het om ging, doe het perfect. Dus ben echt tevreden. Oh, gelukkig, gelukkig. Hartstikke zo waar je begonnen hebt. Is dat niet idee? We zijn aan proor. Ja, maar we hebben er nog stampen. We zijn aan proor. En dan stampen de drak ook nog. Ja, maar die andere twee, die ben er nooit. Nee, we moeten alles weer zelf doen. Ja, we moeten dat zo uit weer. Oh, ome Joop zegt, geeft niks. Nou, gelukkig. Maar echt hoor, ik had volgens mij... dat van Bart Dijks en dat van Dij hetzelfde laten zien. Of iemand anders. Maar ik denk, hè, ik was aan het inpakken. En ik denk, hè? Ik denk, hè? Die t-shirt heb ik helemaal niet meer. Oh, man. Dus ik heb een ander niet gepropt. En dat van die andere twee is trouwens mijn grapje, hè? Maar die jongens, die ben er altijd. Ja, die ben er meestal wel, hè? Daarom. Nee, maar door een beetje... Wij hebben trouwens, Jelle die speaker en ik, hem van de week even enorm aan pelles. Pelles met korn. Even aan wikkelen. Hele korn. Ja. Wie was daar? De Kun. Oh, de Kun. Oké. Nee, maar we komen nog onderweg een viaduct tegen. Een viaduct? Ja. Dat hoop ik niet. En dan mag je hem wel een plat eronder deur trekken. Ja. Hast u al zien hoe plat die band eronder ligt? Ja, het wordt een helse dit. Maar goed, de helft van 24 gaat zo meteen beginnen, jongen. Wil eerst een introotje? We gaan eerst een begin. Yo. Hoi. Hoi, mooi. Aan het stream met de Legend 06 en de Jelle Day speaker. Farming Simulator op de zondag om. Overtouw door de week, joh, het is versloomd. Gas, gas mion, gas, gas mion, gas, gas mion. Tip en neem muzico op de trekken mion. Zo. We gaan aan de gang, jongens. Oh, ik zit vast. Kies mijn druk. Nou al. Ik zit vast. Oh, ga nou al mis. Ik heb hem in een krup versneld. Ah, dit wordt een drama. Ja, dit wordt... Moet eerst anders even heen om even met lucht in de bandjes. Ja. Kies hem even een drukketje geven. Zo, pop in die... Nou zit ik vast. Nee. Kies me even een drukketje geven. Oeh. Wist u wel hem, hoor, maar ik kan wel er iemand in vullen. Nee, dat weet ik niet. Dan moet maar, er, ja, maar doe die toch veel harder. Dan denk je dat ik met 20 of zo. Nee, is ook zo. Oh, ik durf ons niet bij die dik omhoog te komen. Nee, we moeten nog niet te diagonaal bij die dik omhoog. Ik zit nou we kennen ook rechtdeur. Ja, jongen, ik bord zo niet. Ik moest hier op het remtrap. Ik riep al nee, even. Nee, ik durf dit niet. Ik ga gewoon stout bij de dijk. Ja, ik zit nou aan de hand met de kogel. Dat is niet goed. Ik ga hier goed. Nee, nou, door niet langs. Ik ga het gewoon proberen. Het kan me niet wat schild. Nou, hoop ik dat ik door wel langs kan. Ja, ik neem de gognet. Waar moeten we heen, by the way? Ja, dat vertelt hij. Nou, en dat is... Moest even wachten. Wacht maar even op cruisers. Oh, poep, helemaal boom meer. Ja, precies. Oh, dan had ik je beter rechtsaf kent. Is dat mooi? We delen de wens, tegen muziek. Ja, ja, de... Naar de sellpoint van de Tip Top Timmer Tips.
En Team MHS is weer aanwezig, zegt Piet. Een goede dag, haha. Machtig. Man, ik kan er niet bij zijn, maar veel succes met de stream. Mooi, zijn edits. Johan Smit zegt een voortvuur. En geliggerde. Nou. Wol gooist toe hinnig. Ja, ik moet toch met die bulder omhoog. Oh. Ik kom ze daarna. Ik zeg door de rest van ons ook scherpen en kanaal leren. Zingen, ik heb mijn wagen vol geladen. Met, hoe ging dat liedje ook weer? Met een bakje vol met stro. Nee, ik heb mijn wagen vol geladen en mijn tank weer vol gedaan. Want ik moet weer op de baan. Geert Speelbaan zegt, mooi kills, hou eerst. Geert, we gaan opnieuw. Geert, mooi. Ja, best ja. Hartstikke een goudvis. Kom je er nog een keer aan of niet? Is de bite naar Lut, Geert? Een bite. Bites. Oh, Wilma, die zegt mooi, Piet. Ja. Hele, hele zeikenhoes personeel ligt plat. Hele zeikenhoes ligt, hè? Ja, zit te kreperen en ja. Iedereen ziet. Ja, even stil, word even moest kijken. Ja. Ik kijk gewoon. Ik speel ook Dutch Fantasy op mijn PS4, maar ik heb verder geen problemen met die silo's. Oh, goed bezig. Kan ik straks terugreizen, mijn dingers bij die op Korkens, hè? Jawel. Ik wil maar zeggen. Ik heb nu 42 op staan, dus ik wil even verder gaan. Ik zit zo op 30. 40. Zo. 41. Oh nee, 40. Martin Struijer gaat zeggen, ik heb mijn oliepeil bekeken, want ik moet weer op de baan. Kijk. Geen klassiekers. Henkie van de Wijngoorden. Jem Kazem, die zegt nou voor de tweede keer, mooi even. Ja, goeiedag Jem. Hoi. Ja, maar jij mee begint ziet, jongen. We moeten ja, donders opletten. Komt die even nu zo laat. Gelukkig heeft deze aanhanger bij Remmers. Die voor mij niet. Nee. Geert Hete Brei. Oeh, die zit op de Hete Brei. Goeiedag, man. Alles wel? Ja, hoor. Hoe bist u helemaal heen, ja, ik ben helemaal boomies. Wat bist u heen, dan? Ja, doe ze achter me eens. Nou, ik moest even stoppen. Ja, nee, doe het. Dat is al veel later. Nee, en dat valt niet toe. Ja, jong. Ik rief hem naar, dat ik moet echt voorop gaan komen. Pieter Riemstra, goeiedag even. Erik, moet een grotere fan voor de JD. Die JD trekt niet. Simon, een poort is met vakantie. Die is, ja. Ja, waarom niet vanavond? NL nou dan NL, Cole Wisp met de verbs. Ja, wel houdt me, hoor. Gewoon last van. Ik heb Thomas trouwens wel weer nu uitnodiging uit van Paben. Ik ben nu een paar maanden, moet ik hem de Paber toe weer. Ja? Ja, moeder. Maar ben... Heb je de violet spray al ingeslogen? Ja. Michel Bakken, dankjewel voor je 28e, jongen. Topper. Lars, hoe is het met jouw broek, zegt hij tegen Broek. Deze bocht bij een boom 36, waar ik nou ben, hebben ze die kist gewoon volgaas. Gewoon doen. Doen we. Je hebt de gangen maar in 1 minuut met die vraag. Ja, ik ben er 42 op, Kruggaas. Kijk toch, jongens. Dit wordt de winst van de dag. Echt wel. Ja? Levert dit zoveel geld op? Ja. Oh, 1 minuut. Dit wordt een spontaan iets. Oh, hoe. Nou, maar was je dus zonder? Omhoog. En we door straks een S-box. Kijk. Hoe was mijn zijn er ook niet uit, dus. Nou, maar nou ik heb nou de chicane hier, hè? Dus heb ik even langs om erin. Ik heb nou ook de chicane, hè? Dan gaan we over de brug. Ik zal me rustig aan doen door straks. Oh, ik weet niet of we dit wel deur kan doen. Ja, wel. Pas. Oh, heur een banaan. Ja? Ja. Waar moet ik weten door, die bal? De achter de bio. Moet hij maken. Ja, ik kom eraan. Moet hem tegen likes. Ik ben hier nog op wegs. Thomas Fransen, ken je rem dit wel een beetje aan, Thomas? Thomas? Ja? Fransen. Oh! Ik dacht, ik kan hoor, maar... Nee, kent ze dat ze dit verdoven van ons? Bite, en dan heb je bite.
Het is al 5:30, ik heb maar zo al naar huis weten. Ja, dat denk ik. Als ik de game opslaan even 20, loop mijn game vast bij de save game. Zo, iemand een idee? Oeh, jeetje. Update, marktconflict. Hashtag open hoor. Moet hier... Ja, hier links. Oh, ik doe verderop links. Ja, jongen, hij schoot wel even terug. Alsof het niks is. Oeh, en het wiebelt hier. Ik zit... Ik is net terugkomen, ik zit vast. Ja, hè? Ja, ik zit hier. Bultje. Oh, wacht. Oh, nee, het gaat om. Oh, spannend dit, dames en heren. Spannende zaken, gauze. Verdienen we nu onze pelletfabriek terug? Blijf vooral kijken. Ik denk dat wij 4 ton kriegen. Oh, twijfel ik, hè. Ja, het tip-top Timmermans dit om Maas haast. Ja. Oh, gaar. Ja? Hoe is de stoer die spanbank net last, meidje? Nou, hé, muus. 13, 24 en 21 en 2 is 40, 50, 60.000 of zo? Ja, zoiets. Machtig? Ja, hij snoept er al een beetje aan. En 18 en 6 hebben 12 en 5. Nou, dat is niet slecht, toch? Ik denk, kijk eens bij je escape menu, bij financieel. Ik kijk nooit naar de financiënties. Nee, de... nee. Oosten komt 89.000. Ja, dat zal het wezen, zeker. Ja. En wil je ook nog lening openstaan? Want nou, ik zie wel niet altijd... rode cijfers de laatste Ja, door. Maar dat ben investeringsdog. In augustus, september, oktober ging het hartstikke goed. Ken ik... wacht even, mensen. Trek hem met me recht. Trek hem met me recht. Ik ken maar... wel wat achterop, zou ik zeggen. Maar... Ja, verbaard me. Riem eens een beetje achteruit. Ja? Ja. Ja, een beetje vooruit lopen. Oh! Oh! Zo, oh, oh. Oh! Ja, zo? Een beetje... Ja, nee. Ja, zo? Kist even... Ja, dat moet kennen. Dat moet kennen. Een spaanbaantje erom. Het is vast? Ja. Ik doe een buurt. Nou. Zo. Ja, want anders kost het veel te veel gasolie. Ja, nee, dit is super. En... Gefeliciteerd, man. Eindelijk weer wat inkomen. Speaker zal trots op je aanwezig zegt. De Legend! Het stappertje! Legend, ga je toch nou even zo even weer voort, man? Ben gewoon even een dikke schuimtje in kopen. Dat haast toch niet. We moeten investeren, maar dat haast toch niet. Ik Legend moet nee. zeggen. Zeg, hoor hij ook online. En dan had hij zijn rij de ja, bank op slag. Hij had ook de... Maar zag ik de wachtwoord in wijzen? Oh, valt niet meer. Het had hoofd op. Niet even op. Maar dus maar ja, nou, nooit te veel uitgeven. Nee. Nou, we gewoon, wij doen even met de deurenweek zijn andere twaaiwagen vanochtend. Ja. We gaan even zaaien. Wie zaait zal ook zijn. Ja, maar ik ben allemaal stuk. Het is oh, mama, en ik ga strontje blabben zo. Doe ga eens maar mooi strontje blabben. Dan gewoon ik even zaaimachine kopen die in één waak ga ik ze alles erin blabben. Alles. Gewoon, en ook gewoon 6 meter af. Mag ook nog wel een breder, maar wat breed moet ik genoeg weten. Ja? Ja. Slim element, die zegt https://radioreleas.nl. Oké. Door is een of andere speaker ook wel eens op aanwezig. Klopt, hè. Met zijn full pool hitshow hier zo. Ja. Dit is wel zeer efficiënt, Koos en Baansters. Ja, klopt. Hey, muziek niet zelfs de bochten af. Ja, want even een Apex hier zo. Even een gas, oliebal. Oeh, hij... Even een Apex. Ja, joh! Oh, het liep mij af. Ik heb in de bocht hem door. Oh, jammer dat ik... Oh, girl power! Doe het tegen elkaar, 5 minuten! Superchat! Superchat!
45 Deense kronen from Girl Power. Even kijken of mevrouw Google ook Deens kan God af te serren of literen. Wat? God af te serren of literen. En wat bezeichnet dat? Bedankt voor de fruitpakket, denk ik. Voor de hakpakket. Oh, bedankt voor die bloemen. Dat kan ook. Dankjewel, Girl Power. Leuk je Joris. Janice. Kijk, deze moet hier dus. Ja, deze moet, links moet, rechts moet, de halve map moet. Oh, nou, dan kunnen wij, door hem wat ze er niet. Ik had wel in de hoogte. Ja, wij gaan het nou gewoon mooi zelf doen vanavond, jongens. Het wordt super saai. Ja. We gaan heel iets saai. En strontje. Ook nog. Wat vond je van de F1? Als Max-fan geweldig, als Formule 1-fan, matig. Ik vond Sainz zijn acties tegen Leclerc wel lekker. Dat wel. En, maar dat ik nou vernieuwigheden zie, de top 6 is weer een Red Bull, een Mercedes en een Ferrari. En Norris en Oscar Piastri komt ook lekker er tegenaan. Dus, ja, en verder doet de rest een beetje mee. En Alpine die kan wel naar huis. En Hamilton ook wel, vond ik. Ook wel. Ik kan alvast wel zien koffers. Ja, die kan beter naar Italië door alvast een beetje begunten. Ja, zeker. Druk allemaal even op die duim, zegt Marco Boswinkel. Ook een van de winnaars van de giveaway vorige week, toch Marco? Ik heb gisteren alle enveloppen de deur in gegooid, jongens. Dus verwacht de post rond maandag misschien of dinsdag. Ah, goeiedag MJJ, al goud, jazeker. Mark 36. Is de 24e morgen weer goed bezig. Ik zal even kijken hoeveel kubkes. Oh, 4,5 miljoen kub nog. Oh, dan hebben we hem stront genoeg heen, dus, hè? Nou, dan blijft hem over uur. 4500 kub nog en tank. Dus ik rabbel er wel een beetje. Zit en Flo, onze dreamteam. Wat is dat nou? Weet ik niet. Ja, het was een beetje een saaie race inderdaad. Mag wel wat anders worden door die komende races. Nou ja, ja. En volgende weekend is Jeddah. Ja. Dat vind ik zelf. Ik vind het niks aan in duster, hè. Oh. Ik vind zo, ja, waarom moet al in duster? Ik vind het niet gewoon mooi overdag. Ja, maar dat heeft te maken met onze kijktijden. Ja, weet ik, maar. Ik wil een mooi circuit zien overdag. Mooi een beetje Barcelona of een beetje Spa-Francorchamps of Oostenrijk of weet ik veel waar. Maar gewoon overdag. Wel, dat nacht die eruit vind ik niks aan. Nachtrijders. Wij doen in Farming toch ook altijd met de tijd versneld. Ja, wat nou, kunnen ze dat bij Formule 1 ook niet doen. Wat ik wil doen, jongens, dat doet bij sommigen best wel pijn. Maar ik ga dit setje inruilen voor een trekker met een saaimachine die in één werkgang alles eronder blaft. Met eens? En wat voor trekker komt er? Nou, gewoon een dikpeert. Ik kan er niks aan doen. Of anders misschien, als ik hier een mooie trekker vind, dan pak ik misschien de Klaas. Okay. Dan heb ik al een tientje nooit, dan heb ik eigenlijk nog nooit met reden. En toch valt hij me niet tegen. Valt hij die niet tegen? Nee, valt me niet tegen. Dat is ook nog een hele mooie dikke vent eigenlijk, hè? Is er ook nog. Oh, dan pak ik wel een vent, ja. Ik heb leutje fan, daar ben ik. Wat is dit voor ding? 936, die pak ik straks. Ja, die kan je gewoon pakken. Ja, klopt. Dan hou die John Deere maar gewoon. Nee, dit kan wel voor. Oké. Okay. Ja. Oh, plaatje. We moeten wat ingeruild, jongens. Ja, anders is dat financieel niet op te brengen. Nee. En, ja, nou ja, heel jammer voor die John Deere, maar kijk. Ja, je wil liever op vent gezien worden dan op zo'n ding. Nee, grapje. Nee, dat was een grapje. 500 plus aan de buis, dames en heren. Dank jullie wel voor de komst. Oh. En gooi Dumke er even op. Zie ik 189 Dumkes? Fantastisch, alweer. Hier zit al deels een beetje poep op. Dikke Ford TV. Ja, die hebben ze niet in Farmerschen Zemelehrer 22. War ja schade. Ja, Madrid hebben ze ook over, Bram. Klopt, ja. Ja.
Heerlijk bij de vuurkorf naar jullie kijken. Roy Douwers. Goed bezig. Oh, Roy. Goed beschouwd bezig, joh. Mooi succes, maar weer vanochtend, jongens. Groep Marianne en Wiebe. Eringa. Gezellig. Sid en Flo, onze Dream Team. Oh man. Oh man. Was is dan, Sid? Was is passiert? Was haben wir nicht richtig gemacht? Kijk, Wilma, die had ook een platte nummer en mop. Ja. Hoeveel dummers hebben we al even? Dus kijk, doe even. 205. Wat? Oh, ik lag weer, jongens. Als of er niks is. Oh, ik kerst ook een verzekeringsbel. Is weer meer. Ik heb alleen een gegeven eruit poort. Is gewoon ongezien doorgereden. Nou, ik ga een beetje slepen en ik denk ik weet eens waar ik doe er een beetje kaas bij. Nou, weet. Nou weet ik nooit wat die trigger is van die verkooppunt, maar dat zal hier wezen. Ik zal eerst eens in die GPS aan maken. Ja, alles is voor. Moois. Zet een GPS maar even aan, jongen. Doe ik even die. Zo, bij hem 1 miljoen alweer. Dat is maar veel te veel. Dus gewoon ik investeren in een mooie samen zijn. Hebben we 1 miljoen? Ja. Ja. Ik zat zelf te denken aan die nieuwe mooie Governyland. Hebben we die niet? Ja, deze. Oh ja, tuurlijk. Oh, wat een knats. Kan dat ding in één waak gaan, jongens? Daar twijfel ik aan. Dat moet maar niet. En is er ook nog helemaal een dikke huis die dat wel kan misschien? Bijt. Dat weet ik echt niet, Peter. Moest even bijt, nice. Je moet eerst in mijn GPS-lijn Shelton. Deze kent het sowieso wel, maar dit is maar 6 meter. Dat is dik genoeg, even dus. Zet door maar een dik peert voor, die ligt een plaat voor. Ja, 200 pk. Wow. Wow. Dan pak je die 936 en dan is het klaar. Ja, is er nog van alles? Wat is dit voor een Farmer Premium Expansion? Oeh, hoi, wat een ding. We moeten wel een goeie investeerders nou. Wij hebben dit ding nog nooit gedaan van de Premium DLC. Probeer? Oh, probeer. Hoeveel pk hebben we ervoor? 220. En die kost me 100 en hoeveel breed, hoe breed is dat ding? 9 ton. 6 meter. 6 meter. Is er nog 9 meter? Want we moeten wel capaciteit hebben, hè? Ja, oh, de eerste maal kwam. Zo met die leiding. Of wist dat we gestreamd aan het oh, geweldig. We wisten er ook al een. Jongens. Ik laat nog even aan de mensen nog even de keuze. De vent... Wilst in kist of in de... deuze. De vent of de Klaas. Jongens, de vent of de Klaas. Ik wil ook wel een keer op de Klaas. Oh jee, dat is best wel 50-50 eigenlijk. Wat is een Vlaas, jongen? Fiat! Ja, gewoon dat doe ik. Wie is wat? Eerst op de Klaas en dan op de vent. Dan is iedereen blij. Ja, dan. Zo is het. Nou, gaan we nu op de vent. Niet zo flauw. Ik heb een speciaal gewicht in die achterwiel door. Er moet een dikke zwaaimachine achter, dacht ik. Ja. Ik denk dan is dat gelijkloor. Ik kom eraan met samen zijn. Voor mij heb ik de perceel er helemaal onder blaafd hebben, dus. Oh, goed bezig. Ja. Ja. Wat vinden jullie mooi? Vent of Klaas? Ik vind Vent mooi. Ik vind Vent namelijk best wel een topspul. Ik ook. Heel eerlijk gezegd wel, ja. Daarom heb ik
Met deze vent 724 heb ik al zeggen en schrijven 26,6 uur in dit spel gereden. Ja, doe niet alleen. Nee, maar wel een heel groot deel. Dat vind ik zo'n fijne trekker. Is dat Kom maar zeg. Webcam, nee. Ja, de webcam. Kom zo weer terug, jongens. Hier moest ik ook stront op laten. Nee, ja. Hier begon ik gelijk oversteek. From Dutch Fields. Echt mooi. Goedenavond iedereen. Erika Burggraaf. Burggraaf. Hey, familie van broer. Van broer Burggraaf. Dat was een kerel. Oh, dat was echt een kerel. Dat was een ma. Nog nooit zou je dat mij maken. Nee, dat was nee. Dat was nee, nee. Wat is dit, man? Een schiet, zei mijn zeentje. Ja. Daarom zeg ik, een 6 meter. Ik heb beter morgen gelijk een nekkenskoot. Nou, ik heb wel even wat per bar. Als verkopen gelijk maar weer, hoor. Dat let je. Maar dat let je weer. Haha, inclusief de 10 uur stream. Ja, zo. Even, daar heb ik hem. Waar moet ik beginnen? Waar bist toe? Want ik wil even bedij wezen in de buurt. Kom maar even. Ja, maar ik heb tank zo leeg. Hey, dat is wel schade. Oh, ik moet wel even mijn soortjes bevullen, zeker. Ja, ah, ik ken ze ook wel even eens hier. Ja, Jos, die komt er zo aan. Akko regelt. Ja, Jos. Ja, Jos, mooi. Mooi. Hé, ik vroeg, is Bas al boer? Bijna. Hij is met zijn eerste boerderij bezig. Oké. Okay, ja. Ga mooi. Oh! Even voor centen, zegt er. 25 euro, Jan Voornhol. Dankjewel, joh. Dikke hype, Jan. Kill me aan toe. Dankjewel. Oh, doe best hier mooi. Ja, ik kijk of hier wat uitgaat. Ja, nogal wat. Gewoon ik hier ook gelijk bij je zei. Maar dat is een budget! Ja, maar ik wat negativiteit. Wat nou? Klaas is de baas, Fort, Rod en Vent Wendt, of toch niet? Ja, is het zo, Mark? Thanks. Oh, dit is op een mes, denk ik. Zot niet? Boy. Oh, maar hij maakt toch wel een mooi saai beetje van de Rexens. Ja? Ja. Nice. Waar bist u al? Oh, du bist door begonnen? Ja, op achterkant. Oh, ik ga er wel saai naar weg in. Dat heb ik wel van mijn paar leer. Je moet misschien aanzetten, bij daar. Ja, dat is goed. Dan doe ik ook even op koos staan. Ja. Misschien zie ik het ook even goed. Ja, hier ligt al mest op. Dit had al inside kunnen worden. Oh, dat is nog beter, ja. Ja, maar dan kom ik hier straks niet weer. Nee, zo, nou. Nou, het was gezellig. Ja, wat maar zeggen. Maar ik doe het natuurlijk niet twee keer achter een kander. Snapt ie. Wise. Is gereed thuis, hè, Peet? Denk ik wel. Ik kwam er nog tegen net. Ja? Met Max. With Max. With Max. Nou, Riek, dit eerste stukje moest even op nice side straks even nu zo. Oh, ja. Is plat erin. Ja, ik heb er hem erin. Ja. Stamt. Jan Voorndel, dankjewel. Zoals hij. Ja, jongen. Kan je beren, dus die zegt, doe ik deze dagen nog aan een directe service. Wat dan, Kiani? Probleem voor neem. Oh, dit is wel een saai machine, hebben we een beetje ruimte bij nodig. Mooi. Dus dan moet ik een beetje kaartlaas. Die 145, die heb ik ook gedaan. Dan ga ik hier straks achter Bouderoy in bezig. Aansko. Wat doe ik erin? Oh, tarwe. Doe je alweer tarwe? Dat ja. Moet wel een beetje vruchtwissel en zo. Ja, maar tarwe groeit toch overal wel op? Ja, maar de krijgt op duur... Hoe heet dat? Bouw duist, hè? Duist. Oh ja. Duisters.
En ik ploeg ook nog niet. Nee, daarom. Ja, je moet niet kerende grondbewerking hebben, dus. Dat is de toekomst. Nou, zeggen ze. Maar het is een best een leuke saaimachine, maar ik ken het merk niet. Tek tak. Hier is allemaal grondbewerking. Hier komen de zaadjes wat aangereden. Oh nee, hier is de. Oh. Is het een schiemaid? Wat is dit, Peter? Wacht even, ik snap het niet. Zo, en dan zitten hier ook slangetjes. Ik denk, wat zal hier komen? Kummest of hier de kummest? Ik denk hier de kummest. Voor en achter de zaadjes. Zou het niet? Wacht, moet ik het eerst zien? Nou, ik denk wel, maar er zitten veel meer piepjes aan. En kummest wordt een beetje geketst. Oh ja. Ik denk dit kummest. Door een credo. Oh, lekker. Met een koud i. Oh, yes. Doe ik eens een meelkoekje uit, Moes. Ja, dat zou wel. Dank u. Even maar, dat denk ik. Ik denk hier, ja, ik denk het wel. Zaden en mest. Wat een van de goede avondmaatschap. Nou. Maat. De schaap is nog goed. Die zit door in het gezelligste dorp van. denk ze. Bartje zegt voor mij het 06 bijna alles bemest verleden week. Zo best kennen. Dat kent je. Maar deze niet. Je gaat wel schaap voor Paul Bob. Maar dit keer bij. Ja, meestal. Die andere twee weer op Rotterdam. Voor komt kummis en achter de zaad. Jawel hè, Marco. Marco staat. Ja. Dat is ook mijn idee. Maar denk wel man of vrouw. Ja? Jawel. Oh, gelukkig. Of dan is Urks voor de hard op. Oh, zo. Wil je de sleepslang niet nog eens proberen? Nee. Nee, dat wil ik wel. In mijn eigen tijd en niet op stream. Ik wil het eerst weer eens een beetje ontdekken. Heb je je vitamines nog niet op, zegt Girl Power? Ja, wel. Hey, Girl Power, heeft je vader het pakket al op? Laat dan een reactie achter in de chat. Ja, laat even een reactie achter. Hoe beviel de hak... boontjes. Oh, Berners die zegt wat. Wat had de legend meer? Bike. Dat 60. Ik er zit net een hartje voor bij mij. Ja, nou dat heb ik dus ook, hè. Die tanden daar. En is Pet al in de chat? Petre de la Jean. Is Petre in de chat? Maar dan moeten we natuurlijk wel even een liedje zingen. Gefeliciteerd. Was gisteren jaren. Oh, wat zijn we blij. 54. Gefeliciteerd. Petre. 54, ja. Er is er een jaar. Dat is Petre de la Jean. Er is alweer een jaar voorbij. En voor je jarige Petter. Zingen wij. Petter. Gefeliciteerd. Hij is er nog niet. Gefeliciteerd. Hij is er nog niet. Petter, die is er wel. Nee, nog niet in de chat. Ik heb hem nog niet gezien in ieder geval. Hij heeft maar vanavond ben je onderweg naar de stream toe, zeg. Oh met ja, B-reel. Met de B-reels. Bert is even met de vrommers op staat, denk ik. Is goed mogelijk. Pet is jarig gisteren 45. Ja, als dat omdraait, dan is het 45. Veld 6. Oh, dat komt goed, jongen. Komt goed. Ik ben even van een ander tankje. Ik vul. Onze lieve knuffelbeer is 54 geworden. Ja. Wat zegt de Peter? Ja. Ik ben net toegang.
Dit is Klaas, is vanaf nu mijn mooiste. Oh, Bezevis! Superchat! 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 Jongen! 2 euro van Bezevis. Want heren toppers. Oh, de legend is er niet. Vrouw Google ook een koekje op, denk ik. Bezevis, dankjewel. Hé, Ben. Hoe is het? Ben. Hoe is het? Allemaal spannende meldingen op Insta en ik ben een beetje bezorgd. Ja. Nou, voor mij is hij herstellend. Oh, de meest. Ja. Hebben we de goede kant op, zegt hij. Veel te langzaam, maar dat ligt aan mij, denk ik. Weeft hij dat? Of heeft hij op plus rekening? Oh nee, dat was niet zo. Hij gevaarlijk toch? Nou, wel lessen jorden, hè? Ik weet niet, wat best wel aan het doen? Is toch die microfoon van Jelle? Ik kan net weer een koekje, ja? Oh, was dat het? Nou, maar gaat weer de goede kant op. Dat is wel weer mooi. Gelukkig. Ja, het duurt altijd te lang natuurlijk, hè, Sux? Nou ja, als het maar weer de goede kant op gaat. Zo is het. Ik zal hem streepjes hebben. Dit is de tweede tank die ik er doe, hoor. Ik miste de opname al. Ja, want er was melding van. Robin Hummel met mijn schuur is hartstikke goud. Is de vlaar nog niet, dude? Ben je nog niet op nee, wat punt? Nee, volgende week. Volgende week. Dan ben spannend genoeg. spannend genoeg? Ja, spannend genoeg. Dat moet gebeuren, jongens. Dan moet de nogger op. Ja. Ik ben ook de hele week al thuis blijven zijn Lego Max. Ach ja. Oh. Oh. Er is toen die andere fan, die is nog vrij, hè? Ja, die mag ik straks pakken. Oh. Oh nee. Stoep me dat uit mijn broek. Deze is kwastig genoeg voor deze 24, hoor. Is dat die 3 jazer? Ja. Jongen, pak die dikke even, nee. Ja, ik heb mijn hoogste, hè? Giel Beugeling is er. Die zegt, hoe heet de 498 mat? Die zit in de Premium DLC. Check de beschrijving, check de site voor de link naar de Premium DLC. Dan bestel je die met de Emerscode. Ja, hij zit in de Premium DLC. Giel, doe een paar Hiels de groet nemen, jongen. Oh, wat is dat een bekende van die? Hiels Beugeling, zie zo. Of vanzelf? Van Haai Holland, ja, was je wel. Oh, ja. Moeten we nou weer op een beurs staan, of niet? Wat? Jongen, wat bruik je in het boek, joh? Kijk uit. Nee, het was een mooie actie toen. Dat wil ik maar zeggen. Maar we moeten de volgende keer, nou moeten we elke keer weer anders doen, hè? Ja, dat was, wat wil je met zeggen? Ik wil eigenlijk... nou bij de rode side staan. Nee, hoe niet? Nee, hoe niet? Nee, hoe niet? Het 2,49 euro van Mio. 050 liggend streepje goud bezig, jongens. Groeten UTB'dem. Nou, dankjewel. Dankjewel voor je superchat. Super, dankje. De hype. Leuk. Groeten UTB'dem. Wetenschap van wie er kan gebruiken, sterkte met het stel voor wie het opereren is om gebroken heeft. Ach, het meeste is binnen 8 weken genezen. Niet alles is schijnlijk goed bezig zijn. Jetsen, die bedankt. Die... Ja, zo iedereen te pakken, hè, Jetsen. Bram, ik heb al 2 weken een dikke poot, maar ben steeds aan het werk. Oh, ken dat, hè. Ik loop een petstorm, maar dat is nou niet erg, hè, maar hij is er niet. Nee, oh, nee, mooi. Hij is al visite, hè. Hij zal het weten. Ja. Ben je over een beetje een flauwkeur. Ik weet niet, hij had ook niet zoveel vrienden zoals zijn. Dat jij Bert de Wijs wat zegt. Ik kip me nooit weer een keer, hè? Ik heb er nooit meer een knuffel van hem. Nee. Nou, ik heb dit petje al in voorbereid, dan laat ik hem hier nog maar even zak. Goedenavond, beste mensen, zegt Tjalling Unema. Tjalling Unema, hallo. Chance.
Tjaan Zoensmars. Oh, even maar even. Skandaaltje. Maar de hoekje is echt alleen doet mij net, jong. Oh, die Klaas die had een hydrauliek, jong. Dat ding is wel klaar voordat ik op weg ben. Ja? Ja. We hebben ook een goede motor, hè, nu. Zij staat wel in de gaten. Yes. Wat? FPT, of niet? Dat moet ik maar zeggen. Dat is een FPT, hè. Ja, ja, ja. Nou, die eerste zaten schon deze in, hè. Dat is niks. Dat was het. Nee, ik ben zo snel van afgegaan. Vroeger was het MWM, ja. En ja, met die lesser kap. Kap getrekt. Moest ik altijd de kap dichter bij de cabine naar het pakken zonder zetten, maar weet je het? Ja? Ja. Ja. Wat doen we erin? Koolzoor in 145? Nee, soja. Dat is een lekkere dikke opbrengst. Doe maar soja, ja. Uitklappen, achterkast aan. Oh nee, de smoring is nog niet. Ik zie het niet. Henk en Meppelink, Herke Meppelink doet jongs. Ga zo door met een tip van 3. Dankjewel, jongen. Topper. Oh, hey. Huh? Wat is er? Mijn stuur bleef staan. Terwijl ik stuurde. Oh, leg maar. Ja, stuursleut. Doe zes het over Klaas. En, nee, niet stuursleut. Nee, niet stuursleut. Nee. Ik zal even kijken, waar moet ik even. Mooi jong zeg. Aan vogel. Goedendag. Wat was zeggen? Oh, zes die hiernaast, die moest ook hebben. Oh, helemaal goed. Dan doe ik die ook even, zijn lesje. Waarom gaat dit met een kunstmest niet goed? Perfect, jongens, hoor. Zes hoeft niet. Die had de legend vast en zeker al doen. Die vergeet dat niet. Nou, ik kan nou mooi chatten, hoor. Want dit is een heel lange stuk. Oh, ja. Mooi, even muzikant, chat. Hype, hype, zegt Bad Dijks. Mooi, Anneke, zegt Dick Wiener. Boe, Damian, even muzikant. Kan je die hoodies al op de nieuwe site bestellen? Jazeker. Eetmuus&co.nl. Ook nog. En ook nog zelfs met een hele mooie ideal. Ik is gelijk betoond. Chris maakt, hè? Doe nou. Ik bedoel. Ja, dat zei ik wel zeker. Ja. Ja. En soja hoeft geen mes. Nee, die is ook inderdaad heel zuinig met een mes. Nee, dat is ook zo. Maar het verkleurt niet even mooi of zo. Daar haak ik dan wel een beetje. Oh, we moeten ook in het graas heen, Muus. Nee, het is de gozijn. Twee poepjes hoog. Ja. Ber, wat was daar? Wie was daar? Ber Keersemakers. Ber Keersemakers. Ber Keersemakers. Ber Keersemakers. Ber Keersemakers. Ik zit hier vast. Ber Keersemakers. Is abonnee. En oma Joop die hype. Oma Joop, jongen, heeft toen 3 kinderen die ongeveer een moordje hebben van 152. Ik kan ze alle 3 een t-shirt aanzetten volgende week. Ah, dan moest hij hem een foto van terugsturen. Dat wil ik zien. Ja. Ja. Max, Max, super Max. Nou, inderdaad, hoor. Nooit. Ja, dat zou het mij maken. 89 Deense kronen from Girl Power. Ah. Maar in ieder geval alle gekheid op een stokje. Hartelijk bedankt voor het hakpakket. Nou, geen dank, met alle liefde gestuurd. Girl Power. En geef je vader even een knuffel en beterschap. Wat lief. Wat leuk, dankjewel. Dikke hype. Graag gedaan. Oh, wat.
Tjalling Onoma Hyped. En Randy en Sjoerd en Ruben en Pascal en Christian en Nist. Nice Story en Het Broek. Allemaal dikke hypes. Dikke leden hypes in de chat. Machtig. Ja, dan go. Ja, dag. Ja. Yeah. Mooi stukje. Maar ik ben wel benieuwd met Kamps of de Pino een beetje, of daar een beetje over is. Ja. De pijn is over, maar het jeukt nog steeds. Oh. Nou ja, weet ik ook niet. Ik denk dat het best wel een mooie lange zit, letterlijk wat. Nou, hold op. Ik heb toen met mijn poot ook het nodige beleefd. Ah, Buitenveen doet Superchat! 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 Dankjewel. €2 from Beun TV. Mooi streampje, mannen. Ga zo door. Dankjewel, Google vrouwtje. En Beun TV. Maar die Google vrouw, die zegt dat er allemaal bij nou. Is dat nieuw? Ja, dat denk ik. En vorige keer ook al zo. Hoe wil je dat dan? Is er een update daar? Ze heeft vast helemaal een update gekregen. Ze hebben mijn hoofdcomputer zitten. Ja. Even better download dat, maar wel even. Oh, mijn sack. Gaan jullie nog een nummer van wat aansdraaien? Jazeker. Hier, dit ja, is ook. Dit is ook op een mest. 55. Ja, hoor maar op de. Koop ook maar een zaaimachine. Koop een zaaimachine. Maar dan kist ook zaaien. En dan kunnen we wel even. Zullen we nog wel even maaien? Hebben we alles eronder aan. Ja, oh, kijk! Wat? Ik gewoon. Dat is zo vreemd. Badje. Er staat hier ook een oplossing voor. Ik gewoon de bocht om. Ja. En zodra ik dat doe. Ga de stuur van mij hier gewoon fysiek wel recht, maar in de game blijft het stuur krom staan. Trekker. Elke keer als ik de bocht door ga. Trekker heb ik nog de... Welke trekker is die Kraas? En een Munje Ziel. En Henry. En Belm? Ja, bellen maar even. En kijk wat het nummer is, hoor. Heel vaak mee. 4688. Ja. Ja, Geesman. Ja, mooi. Hoi. Even is het probleem met de Klaas. Kist hem komen King. Maar kun je hem ook een beetje zeggen wat er gebeurt? Maar dan kan ik misschien hierop afstaan als diagnose stel. Hij begon in één keer niet te sturen, zeg maar. Even stuurt. Ja. Is het balansblokje van een GPS, zit die vast misschien? Dat kan ook, weet je. Zal ik hem bellen? Zal ik hem zijn ja, bellen? Ja, bel even maar even. Doe ik hem. Dankjewel. Ja, Emus. Emus, wist u hem een speciaal gereedschap van John Deere, ja. De bakpak, ja. Die 4 kilo zomer. En wist u hem een flik op dat balansbakje En waar zit dat balansblokje dan? Die zit... Anders vroeg Gisma hem. Ja. Ja, Gisma. Ja, waar zit dat balansbakje? Rechts bij de grote opstap. Ja. Dan ziest u door een lampje bij halverwege. Als u die opstap aan de kant doet en door zit erachter. Oké. Okay. Ja? Ja, geef ik hem deur. Jo. Jo. Ja, ja, even. Ja, waar zit hij? Rechts bij het opstapje. Ja, en er zit een lampje en door achter de hek zit dat ding. Oh, achter het lampje. Okay. Ja, door rechts in die buurt. Oh. Gisteren. Nee, eerst één al. Man, van Urk, die doet ze niet. Ja, dankjewel. Maar, ja. Hier met een homer houden. Ja, doe maar eens de beste flik met die homer opgeven. Ja. Ik leg even de hormen weer terug, hè? Ja. Kist mij een deur verbinden met Chris? Wacht even. Oh, Marco Boonstra, welkom. Ja, Chris, maar nog even. Ja, mooi. Is het lukt? Ja, dat is lukt, denk ik. Oké. Okay. Je moet poort hem. Kist mij een deur verbinden? Ja, dat wil ik wel even doen voor jou. Welke poort heb je hem altijd? Chris Poort. Chris Poort? Er is maar één. Ja, ik ken ook wel Harry Poort, maar als ik weer appel hem wil, moet Harry bellen. Ja, maar. Dat klopt. Maar dit is hier de nee, dit doe mij Chris maar even. Chris, hè? Ja. Jo. Ja, Chris? Ja, mooi. Mooi. Hey, doe moest Chris Poort weten. Oh, wacht, dan heb ik verkeerd nummer draaien, denk ik. Ja, Chris? Ja, mooi, Chris. Ja, mooi. Ik heb een probleem. Waar is de Maas dan? Ja, ik hang nog hier tegen boom in stopbord. Ach, nee toch? Ja, ik heb hem hulp nodig. Er staat duidelijk op het bord, stop.
Ja. Ik word hem er eens deur, hè. Ik had graag aan het opstomen. Wist wat? Ik, anders vroeg ik Eetmuseum of even met de show wil komen, hè? Ja, doe maar even. Doe ik, dat ik bel hem even. Ja. Ja, Eetmus. Ja, hier maar Chris. Kerst, hoe heb je met de shovel en de coat hoe? Ja, dat moet snel, want mijn batterij is bijna leeg met alle gebel. maar wat moest hem, Jan? Ja, een shovel. Voor wie dan? Voor die kool, want die hangt met de fan en de tankboom in het bord. Ach, zo wel. Zo wel. Ja, Kerst. Voor de stopbord? Ja, doe maar even. Kom hier. Trouwens, één andere vraag, Chris. Ja. Wie heeft hier een dikke maaimachine gehad? De White. Dan moeten we even mee over bellen, nou, wie kan het niet. Maar, kom maar even aan, hij staat hier vlak bij de akkerbouwbedrijf, daar staat er langs. Okay. Net op de dik. Oké, Chris, ik red het. Ik bel anders Koos zelf alleen maar, dat is makkelijker, denk ik. Ja, doe maar, anders gaat het over diverse schepen, dat is ook niet goed, hè? Dan komt de boodschap niet goed over. Nee, en dan is het vooral verdraaid. Ik durf hier ook, ik loop hier onder de tankdeur, levensgevaarlijk wat ik hier nou om maas heb. Snapt ie. Ik, wist wat? Ja. Ik bel Koos hem. Ja, doe maar even. Ja, met Ko? Ja, nee, wacht. Oh, hij blijft hangen ook al. Ja, met Ko? Ja? Wie is dit? Hier met Eetmuus. Goeiedag. Mooi. Ja, ik moest uit Bibi komen. Ja, wat bist u aan het doen? Ja, ik stond hartstikke vast bij met de stopbord. Oh, ik denk we moeten hem naar je baan verwisselen, want er stond... Dan moet ik verrechter hem bellen. Vijf roeren omhoog. Vijf roeren? Vijf roeren stonden omhoog. Nou, ik zie dat er een aankomst. Ja, oh, dat komt er al aan. Ja. Yo. Yo, hey. Mooi. Ja, joh. Ja, hoe krijg je dit van, Mander? Kilden, moet bij elke bord een shovel in zijn. Wait, waar is de pedler's bord? Ja, die wil ik niet metnemen. Waarom dat zijn, nou? De labels. De labels. Ik dacht even met Aapke eromme. Oh, doe maar wat aan met Aapke, man. Kijk ja? Eens. Ja! Zo, u durft wel, meneer Eetmuus. Nee, ik ben poort niet. Oh. Ik geef je nog even een zwaar wieber, anders is weer bij het bedje omhoog. Nee, als het goed is, trok hem er precies langs. Ja, en dat bedacht net ook. Dit is toen hij een zuiver krek mooi doen, Eetmuus. Ja, hartstikke goed. Eén met de giger, even onder met de boom. Ja, mijn poort. Ja. Is het lukt? Ja, ja. Ik ben gerust lopen. Ja, ik kreeg helemaal superchat. Oké, ja, superchat. Ja? 6 euro van Nicky Bodeus. Even een kleinigheid voor de beltenpoet. Gezicht met geld in de mond. Geen mobiele telefoon. Geen mobiele telefoon. Hartstikke goed, Nicky. Dankjewel. Miss je, baby. Ja. Dat is een maat van mijn zoon. Die zegt groetjes aan Chris. Oh, is dat ook een van Chrissy Moor? Ja, Michel, lutje van een lutje van Berres. Van Laam Berres? Ja. Leuk man, dankjewel Michel. Van de Kroon Machinist. Oh, Michiel, sorry. Michiel. Van de Kroon Machinist? Ja, van Mechelsen. Maar ik was aan het zijn. Ja, ik zal even... Ik zal alleen mijn zaaimachine erbij kopen. Ik heb gehoord dat die dingen in aanbieding waren. Koop nog maar alleen mijn zaaimachine. Dan kunnen we even blaffen. Ja? Dat is een nachtendier soms. Schiet mooi. Zaaimachines. Ja. Welke heb jij? Ja, dat weet ik niet. Maar ze zijn aanbieders. Meisens. Het is wel een beetje een goedkoop, denk je, hoor. Nee, of zie ik dat verkeerd? Ja, ik denk, ik zeg het niet. hoe kan je zien dat alles in één waakgang is? Nou, dat er zoveel mogelijk schiet mijn hek onderhangt, dan kan het toch... Ja, dan mag je wel toch concluderen vandaag. Ja, toch? Gunfire. Ja, maar dat is wel jammer. Unia is ook... René Schep, leuke livestream, dankjewel René. Topper. Ik ga bij Wilters normaal werkt iedereen deze week zijn Banstra. Ook zo. Nog steeds 500 plus in en de chat. Maar we doen de tweede superchat. Wat bleef de Palace? Die heb ik net voorbedacht. Ja. Mark, Martin. Die heb ik voorbedacht. Met een dikke 60.000 op konto. Haams, hoe is het?
Hams, jongen, du hast even een reactie door onder een oude livestream met die diss track. Oh, dat ja. Ja. Wat was dat ook? Och, ja. Toen heb ik die diss track nog even teruggeluisterd. Kill. Oh, die was hilarisch. Wat was dat ook? Wie heeft er dan een stukje van? Nou, ik heb het wel op de... Dat heb ik wel in de... staat op YouTube. Ja, om die even terug te vinden. Ja. Van 4 jaar geleden, hé. Hey. 4 jaar geleden. Dat was hilarisch. Goeiedag hem allemaal. Ik schakel net in voor de afsluiting van het weekend. Fijne stream, zegt Bert Kamps. Kijk. Ja, die was leuk, broek, toch? Ja. Moet kennen. Kijk. Ik was een beetje aan het scrollen en toen kwam ik die livestream tegen. Ja, maar. Volgens mij kan je hem ook wel gewoon opzoeken. Maar als je dat wil zien, de even moet je naar een diss track of zo. Maar ja, die was echt, dat was, oh, wat was toen dat leuk. Laak, dat was toen leuk, want toen waren we met Jacco en toen waren we met Leukie Dutch en Beko en zo, ja. The Legends! Oh. Ik ben momenteel niet bereikbaar voor commentaar. Monnik had een zitmaaier besteld. Kreeg ik een big en veel voor weinig rekenmoor. Dank u. Ja, ik denk al, we moesten dik investeren voor de koeien, begreep ik al. Dus ik denk al, dat is wat er komt. Maar ik had het nog niet zien. Ik was nog niet aan het tappen werd. Ik kwam hem nou tegen. Mooi kerel, en die legends. Lekker bakje. Ik zal minder op het chat letten. En meer optreden. Doe daar. Komt er meer op kloor. Ik zit over zitten, King. Maar dan stond van die boom langs kaart van weg uit dit. Moet zet je jongens daar. Yes. Broek even voor de foto, even broek. Ja, mooi. Kwaadje? Ja, joh. Zo in het zonnetje. Meen je niet, joh. Nee, maar die diss track, wou ik net zeggen, dat is toen leuk. Ik bedoel, toen waren we bij die mensen die ik in die diss track bespreek, die waren toen. Ja, daar ging je toen mee om en zo. Dus ja, is nou niet leuk meer. Vind ik niet. Nee. Met dat sprookje, die was ook. Ja. Oh ja, die vond ik nog wel leuk, ja. En de 7 streamers of zo. Ja, Emus en Co. en de 7 streamers. Nee? Zo was, jawel, dat was. Zoiets. Ik heb nou een plaatje gekocht. Plaatje, hè? Plaatje. 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 Roel, Roel. Ik zei dat Henstra was vandoor ook alweer drak aan het waak. Ja, die was een vouwen, hè? Ja. Dat is naar de waker, hè? Naar de waker, hè? Dat goud, jongen. Zo is het, broek. Heel ander volk weer. Roel Dannenberg was een nieuw abonnee. Hartstikke leuk. Ik ben helemaal niet zo'n Klaas fan, maar wat ziet dit setje er gaaf uit, zeg. Aan de campus. Dat wordt maar zeg. Er is niks mis meer. En dan een beetje industrie, maar. Oh, oh, oh. Hebben ze ook klaar voor ronde 2 en een UMCG donderdag weer onder het mes. Hopelijk gaat het nu wel goed. Joop, slim jongen. Oh, bliksemkorte, Joop. Sterkte de Mac Kilden. Afgelopen vrijdag ook maar even. Ja, dat heb ik zien, Haams jongen. Wat is door zo bijzonder aan? Een mooie bovenkant van geel, onderkant donkerblauw. Ai, wanneer ga je ze weer heen dan? Nou, dat doen we een hele mooie uitvoering. Oh, echt? Ja. Klaas is mijn merk, zeg. Jacco de Rij, Klaas Holland. Dat dacht ik al. Door hem, Jacco. Door hem hebben we hem erin, waar? Even vandaag, Jacco. Jacco is, als er iemand fan is van een merk, machines, dames en heren. Nou. Is dat Jacco de Rijk van Klaas Holland. Dat moet ik maar zeggen. Bizar wat hij aan Klaas heeft. Wat? Zijn huis heeft zelfs Klaaskozijnen. Heb ik dat goed, Jacco?
Arjan zegt, ik kijk al jaren naar even zijn koop. Kijk, dat hoor ik graag, hoor. Kijk. Wat horen ze daar? Maar dat wilden ze wel doen. Dat hoor ik graag. Doe als die 68 al gezaaid heeft, dus. Waar is toen kocht? Plaatje. Plaatje? Plaatje. Hey, ik ben hiermee bezig. Ja, wat is toen allemaal zaaid? Nou, ik ben al met GPS ook halverwege aan het insteken. Oh, steek hem erin. Dan gooi ik even achteruit. Ja, doe dat maar. Ik kom zo bij die. Ja. Dat is zo klaar, ja. Goed bezig. Oh, die perzeel door ook, hoor. Hebben twee postzegels. Klopt. De deuren zijn groen, inderdaad. Zie je wel, Jacco? Mijn collega krijgt straks ook een nieuwe Klaas met header, giek en zuigkar. Kijk. Azo is er geen Renault, maar toch een beetje wel. Als nog een mooi spul. Azo, ja. Ja, wij hebben in de Emus en Remus afleverings een Renault voor de voerbak, Azo, hè? Vind je dat mooi? Ja, die trekker is wel een leuk ding daarvoor, ja. Nou, ja, goed ja, zo. Ja. Hart maar bruikbaar is. Hey. Even zijn, even zijn. Renault 96? Ja, dat was een 6-cylinder in ieder geval. Ik hoop niet dat de Legend Cine... Oh, ASO. Oh, ja, nee, zeg maar. Ik hoop niet dat de Legend Cine dat ik zo'n saaimachine kocht. Jawel, dat vindt hij wel goed. Oké, dan mogen wij dat investeren van die andere twee? Jawel. Oké, dan is hoe meer er wordt gezaaid, hoe minder er zij dat om doen. Dat is een punt. Ja, toch. Hey, ASO. Er is een hele mooie video op Facebook verschenen van Michielsen, van vroeger. Ja. Echt, u de jaren 90 met de Ficompère en zo, met allemaal Renaults ervoor. Ja, Dijkstra. Azo, jongen, check Michielsen's Facebookpagina. Die is echt stoer. Het is echt een hele mooie video met die oude Ficon 1600 pers. Maar echt wel een kwartier lange video. Zo. Ja, klopt. Maar toen kon je zien dat ik had dat vroeger, ja, even nergens om. Ik vind het hele mooie. Mauw! Superchats! Oh, wat leuk! Voor de prachtige, machtige maatschappij van zijn co. Zeg Mauw. Maar ik dacht dat ze altijd veel harder met die dingen reden. Dat ging nog niet zo hard, zo te zien. Nee! Doe maar mee je tegen. Ja, sorry, maar... Ik zag de video op PK's van. Dat zou kunnen. Even gebruiken jullie Mass Effect of zo. Nee. Die film is mooi van Michielsen. Ja, die is echt super mooi. Ik was gisteren met Renault en Kipper op park. Kipper achter de weg knap bij de bocht. Dan sta ik onderweg en de voorwiel bij. Oh nee, toch. Oeh, hoe staat dat? Oh, Mau zegt een nieuwe volger hier. Leuk. Vertel, wie best? Wat doen die in alles? En wat doe zelfverwaken? En best dat op school? Of... Vertel. Wat dus? Nee, niet op Gerrit Zwinderen. Michielsen, bedders. Oh, dat, ja, misschien net... Maar ik denk... Michielsen had hem gedeeld op Facebook. Ja, dus echt... Ik vind dat sowieso altijd mooie beelden. Een beetje de retro. Er stonden twee mooie trekkers voor 255... 155, 54ers. Zo'n TX was dat leuk. Ja. TZ, wat was het? Nou, dat ken ik ook nog wel weten. Klopt inderdaad, toen was er nog een leuke kloor en gingen we nog geen bij Michielsen onderweg terug naar Lauwerzeel. Ja, hè? Oh ja, sorry, hè. Ja, nee, het is... Maar dan wil ik 6 euro supertje, kunnen we ook doneren voor een Bluetooth dingetje van... 6 euro van Martin van Urk, kunnen we ook doneren voor het Bluetooth dingetje van Remus? Ja, hoor. Remus die vertelde in de uitzending van de week dat zijn Bluetooth headset is... Passed away? Die is overleden. Martin, hij gaat Remus in kamer op. Komt goed. We hebben een nieuwe site. Emus&Co.nl. Klik hem aan, dames en heren. Bestel een leuk hoedietje. Of een leuke stickers. Als het mag en kan natuurlijk, hè. Oh,
155, 54 brute pk's, zegt John Waarsing. Daar waren wel NWM-blokjes, of niet? Ja. Oh ja, maar die ding die draaide toen uren, jongen. Er waren toch ook zomers bij. Ja. Hey, heel eerlijk, toch? Er waren toch hete zomers bij toen? Ja. Jongen, jongen, daar kennen we geen rekening in de zomer. Maar dat had zo'n opmars had, hè, die droogpers. Maar met de zwinters, wat een onding. Ja, joh. Met die dikke ijzerdroden erin. Och, boeren kregen gewoon een knipmes erbij. Verswinders. Ja, verswinders. Verswinders. En wat mooi met al dat ijzer in. Oh, dat was een legend wel hebben natuurlijk. Die had dat natuurlijk kregen nog op. Ja. Oh ja, zo is het restaureren van een trekker. Dat zit altijd zin niet. Ja, absoluut. Ja, mooi, jongens. Ja, dit ook, hè, Muus. Ik ben hier aan het koolzaadblammen. Ja? Ja, dat gaat mooi. Oh, de 155 was een TZ en de 145 was een TX. Oké. Okay. Gefeliciteerd. Natuurlijk heb je wat gemist. We hebben dat voor jou gezongen. Gefeliciteerd. Petre. En dat is wat jij gisteren 54 is alweer een jaar voorbij. Al 54 keer voor Petre, dames en heren. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, lieverd. Hoera. Hoera. Pedre de la Lyon. Onze fromage. Voor Jitsen van u en Martin van Urk. Oh, Eemus, dit gaat niet goed. Eemus, dit is niet goed. Eemus. Wel een beetje real, Eemus, hè? Ja, het ging normaal. Ging normaal. Hoe adres? Oh, nou niet zo hard. Waar is dan... Ik rie... Schrik, ik ben een tweede. Met een tweede. Ronde. Dank u. Nee. Dank u. Excuses. Komt allemaal goud. Naam rondje 300 dunkers. Ben 300 dunkers! Ja? Ja! Ik heb nog maar 60. Naam rondje. Naam rondje. Pedro de Lejean, Patrick de Bourge, Challenge Unimel, Ruben Julian, Pieter Bram Hilverts, Damian Joachim. En Dylan, Vogel, Randy, Royano, Black, Drent, Hidde, Christian. Ik had er een BMW's en dan kan ik hier wel even draai maken. En dan doe ik wel even GPS in mijn aan. En dan doen we Klaas Vaak, Luis, Sven, Dorian, Niek, Jan en Bianca, Drents. Jelle, die speakers zijn Christian, 21, Henkie, Mark, Ron, Kloeten, Luc. Museum Neem op 32, Specialist, Maathuis, Vers, Vogel, Max Verstappen, Jeroen, James Bos, Siep, Gerda en Wim, Bianca, Drent, Rolf, Maurice, Voegje en ik leg als een bal. Tijmen, Hielke, Hennek, Kar, Emus en Co, Hummel, Jurre, Jort, Sander, Roy en Moeke, Anzing, Co, Sjot, Marco, Tycho, Bert, Snert, Hen, Stef, Evert, Bakker, Martin, Kas, Alwin, Beza, Fitz, Jack, Boldijk, Elon en Nora, Mats, Wiebe, Ziekenhuisteam, Pieter, Louis, Carlos en Wilma, Ferdinand, de Breedbeekkikker, Christian, ja, Mats, Go, Shot, Hype en Dunkers omhoog en weet ik het, Adriaan. Hey! Wat is er? Hulde GPS naar de hu. Meest. Ja. Ik zag het lag aankomen ze net en ik doe de GPS aan en trek zo diagonaal de laan over. Nee. Ja. Gaat zie. Vind je leuk? Waarom nou weer, hè? Zeg maar. Fix dit. Toto Wolf. No, Mikey, Max is another galaxy.
Nou, beide keer. Maakt het dan een Galaxy. Oh, ik zie het worden. Ik denk dat Max dus ook een Samsung heeft. Waarom dat zeg? Dat is ook een Galaxy. Oh. Oh, Petra de la Jean. Mag ik ook nog een hiep hiep hoera voor mijn schoonzusje Trudy? Was gister ook jorig, daar komen we nu net vandaan. Oh. Gefeliciteerd Trudy! Gefeliciteerd Trudy! Oh, wat zijn we blij! Oh, Trudy! Trudy! Gefeliciteerd Trudy! Gefeliciteerd Trudy! Er is er een jarig en dat ben jij Trudy! Het is alweer een jaar voorbij. En voor je jarige zingen wij. Trudy! Gefeliciteerd! Trudy! Gefeliciteerd! Trudy! Hoera, Trudy! Happy birthday, Trudy! Happy birthday, Trudy! Happy birthday, beste Trudy! Nou, genoeg voor Trudy. Dat zijn wel. Dat was ook zo'n Duitse sloper, toch, van vroeger? Weet ik niet. De Trudy. Dat weet ik niet. Super, dankjewel, man. Weer geloos verzongen weer, dankjewel. Ik ken nog wel een map. Nou. Die duurt wel even. Ja, wordt een heel droog, zeker. Ja. Ja, die moet hem. Doe maar. Maar dan moet wel, dan moet de cam weer bij. Oh, is het weer zo? Het is een beetje een beetje een verdraaiing van de breedbekker. Oh, maar minder leuk natuurlijk. Ja. Nou, toch maar, geeft niks. Moet doen. Doen. Is mijn mama belde zo vandoor? Nee, ze kwam van Chris weg. Die had hem van TikTok al, dus ik kan maar zo weten dat mensen hem al lang ben kennen, hè? Zal ik doen? Ja, doen. Nou, er was een hotel. En die had nog een vijfpersoonskamer over. Maar verder niks. Komt er een man binnen. En die kon er alleen maar door één kant pro. En die zegt, die man die komt bij de hotel. En zegt, heb je ook een kamer voor mij? Nou ja, we hebben nog wel een vijfpersoons komen, maar door mag je wel in. Maar ken weet dat er goed bij komt. Dat geeft niks als ik maar even lekker slopen kan. Nou, prima, kom maar heen. Dus die man gaat naar de komen toe, maar die ziet er in die komen nog een keers branden. Nou, die man die wil de keers uitblazen. Keers wil niet uit. Nou, ook waar. Komt er nog, werkelijk woord, nog geen 4 minuten lopen, komt er nog weer een man binnen. Bij het hotel. En die zegt zo van... Hey, kun ik ook even bij je sloop? Ja, dat kan wel. We hebben een vijfpersoons komen. Er is ook al één. Daar kun je bij één. Oh, dat geeft niks. Dat wil ik wel. Nou, prima. En hij ook naar die kamer. En ziet er dus die andere kerel door te poesten. Die keer zit te blozen. Zal ik daarin helpen? Ja, dat is wel gaaf. Nou, ik zal het ook wel even proberen. Hij... Maar die keer is niet uit, hè? Nee, hè? Nee. Oh. Nou, komt een derde aanzet. En je hebt een man bij jezelf. En die zegt, goeiedag, kan ik hier ook even komen huur? Ja, dat kan wel. Maar we hebben een vijfpersoon komen, er zitten al twee op. Maar goed, je kind erbij. Ja, dat is wel goed. Maar ik heb een zin gesloopt. Ja, dat is goed. Komt die kerel die komen ben, ziet er al twee die keers uitblazen. Hé, hey, wat is er aan de hand? Ja, we kunnen die keers niet krijgen. Ja, we zitten al 7 minuten te poetsen. Ja, moet ik hem mee helpen? Ja, doe maar even. Ja. Kan niet uitkrijgen, hè? Komt er nog weer een kerel ben in het hotel? Ja, werkelijk. En die kan zo ben en die zegt van, hey, goeiedag, heb je dan komen over om te slopen? Ja, zeker dan wel een komen. Er zitten er wel 3 op, maar door kan je bij. Nou ja, doe maar dan.
En dus hij loopt die komen ben en dan ziet hij door 3 maanden al die keers proberen niet te blozen. Zal ik jullie even helpen met die keers uit te blozen? Ja, dat is wel goed. Ja, dat is wel goed, ja. Oh, ja, we proberen, maar het lukt er ons niet. Nou, we zakken er even proberen. Oké. Lukt niet. Ik ken er niet in. Ik ook niet. Nou, en zo ging het een beetje. Komt er alsnog een kerel ben. Super netjes, strak pak en echt strikje voor en keurig kereltje. En die komt ben en we kennen hem ook niks verder. En die zegt zo tegen de hotelma van, mag ik hier nog even een nachtje overnachten? Ja, natuurlijk wel, zegt die hotel. En hij zei, maar er zitten al wel 4 mensen op. Maar ja, dat is een 5-persoons-kamer. Nou, dat is goed, loop maar verder, dan wil ik wel. Dus hij komt zo binnen en hij ziet er al die 4 mensen, al die 4 mannen die keers uitboden. En de andere... En wat is er aan de hand, jongen? Ja, wij kunnen die keers niet uitkrijgen. Oh, zal ik het dus even proberen? Ja, doe dat maar even. Ja, doe dat maar even. Ik zag de kloep pas later. Ah, lekker hoor, Rijmuus. Hey, wat goed gewaardeerd in de chat, dames en heren. Ja, met jou is het gewoon droog. Lekker. Voor het is salt wat hij nodig heeft. Nou, die komt in de buurt van de brekbek. Ah, go power! Superchat! 45 Deense kronen from Girl Power. Even een kleine donatie voor Co zijn bouwproject. Als het dan af is, krijgen we dan ook games van Co vanuit de schooluur. Wat zegt er allemaal? Girl Power doet superchat. En even een kleine donatie voor Co zijn bouwproject. Als het dan af is, krijgen we dan ook games van Co vanuit de schooluur. Ik denk vanuit de schuur. Ja, juist. Nou, nee, dat wordt gewoon puur mijn hobbyruimte. Die computer die blijft mooi op solar staan. Ja, die moet door maar niet staan. Nee, die moet... Dat is beter dan het kaarsverhaal van Johan Derksen zegt. Oh, die heb ik niet meegekregen. Gelukkig. Je hebt een soort van showbio's erop. Het is een uitnodiging voor Rode School. Fijne stream. Ja, de zaak is straks 16 maart, zaterdag. 50 jaar oud. En dan hebben we een feestje. Open huis. Mijs, maar er moet nog wel wat gebeuren. Ik heb gehoord dat al die overuren niet maar stopnemen. Nee. Mag ik die niet op, maar? Nee, pas in december. December. Zo. Ik heb perzeel 6 en nee, 17 heb ik gedaan. Ja. Yeah. Nou ga ik naar 52 emus. Ja? Ja. Dus die 2 is toch nog? Ja. Oh, dat schiet wel lekker op dan. Ja, jongen, we kunnen zo wel een perzeeltje bikopen bij Muus. Om te zijn? Ja, ook. Waarom is het de oogste? Je kan beter maar gewoon in grond even bestaan, hè? Is zo. Komt altijd naar je toe, zegt Legend altijd. Ja. Wat heb ik nou opgedrukt? Shit. Oh, gelukkig. Maar ik wil maar zeggen, je kent wel al een Ezer, hè? Nee, dat eigenlijk... Van Klaas ook, ja. Het is, ja, je moet wat hem. Ik denk even, kijk... Ja, die Kees moest toen weg. Verandering van spijs doet eten, zeggen ze altijd. Nou, ik ben blij dat het erop zit. Nee, ja. Ja, Konings, toevallig. Ik en de vrouw zijn 16 maart aanstaande. 12,5 jaar getrouwd! Gefeliciteerd!
aanwezig. Gefeliciteerd. Bas. Wij zijn Fonk, joh. 25 jaar trouwd. Meest niet. Ja. Aanweer, los weg. Joh, kill. Wat blijft het hier? Zeg dat wel, maar als je zo gezond bent, dan mis doen we het ervoor. Nou, zo is het. Patrick, goeiedag even. Patrick, mooi. Patrick. De kunstmestslang zijn niet verstopt. De soja heeft geen kunstmest nodig. Oh, juist. Oh, kijk, want ik heb hier ook een zaaimachine zonder kummerst. Oh, dat is weer een... Nou, ik heb het nu alleen verstaan. Jammer, want ik kan alles in één... Waar ik geen... Ik kan het hard oogsten, maar... Ik moet heel langzaam rijden. Ik ben dit jaar op 13 juni al 10 jaar getrouwd. Man, wat blijft het hier nou, zeg daar. Nou, weet je, ik zeg altijd maar zo... Als je op een legere school zit, of op de, ik zat toen op middelbare MAVO, zeg maar, en toen op de MTS, dan kist de door gewoon vooruit kijken. Dan denk je, oh, meuk me naar die kloonschool, ja. En dan ga je aan het werk en dan gaat het iets snel. Nou, dan krijg je verkeering, dan gaat het iets nog sneller. Dan krijg je kinderen en dan... Dan vliegt het iets. Och, vreselijk. Ik word alweer vijfenvarrig dit jaar. Is dat niet best? 45? 45 word ik dit jaar. Nog maar? Maar? Hoi, Kim. Oh, een jong broekje. Oh, jongen, hold op. We doen even een leeftijdsrondje. Ja, zullen we dat hem doen? Ja, we doen even een leeftijdsrondje. Ik ben alleen benijd wat het gemiddelde leeftijd is hier dit jaar. Hoe moet ik hem, hè? Ik ben hier aan het Gerst zijn. Of horen, Garwe of Terst? Gerst. Ik wil jeuk. Ik heb zin in jeuk. Denk ik. Oh. 45 is Beza, 33, 47. 28. Wilma, 28. 12, Hielke. Hilbert, joh. 31, 51, 32, 17, 26, 21, 47, 36, 38, 58, 44, 27, 24. 15, 47, 30, 30, 40, 30, 50, 45. Oh, wij zijn zo old. Wij zijn old, jongen. Ik voel me gewoon old hier. Anneke, die zegt 51 en 20. Dat... Ik voel me ook al old, hè? Ik ook. Nou, nee. Eigenlijk niet. 11, Robin W. Al bed jij. Ja, Robin, waarom? Wat doest u hierin? Gerst. Doe ik het tarwe in. Ja, want wij moeten wel een die pelles ding aan de gang om, hè? Ja, we moeten ook een beetje vruchtwisseling hebben, hè, Muus? Ja, klopt, hè. Hoe is dat met dat perceel door achter? Gaan wij toen ook mooi zien. Achter die andere, die grote perceel, achter de akkerbouw door. Die zit vol mais. Wat heb jij... Lieverd, wat doe je daar nou dan? Tarwe zijn. Is dat tarwe? Nee. Scherst. Oh, dan heb ik wel tarwe. Gerst is met droodjes eraan. Oh, sorry, ik heb tarwe. Doe hast het net over jeuk. Doe per dikke, doe wist toch wel wat het over hem. Sorry, lieverd. Ik heb het verkeerde. Oh, kou. Kou. Zij maar hem overnieuw, dat boontje. Kou. Sorry, lieve schat. Ik doe er nou gerst in. Oh, dat wordt mooi. Hoeveel meter is een machine toe? 8. Ah, echt? Gaat, ja, de 8. Dit brandde over. Stop eens. 18 kilometer. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, werkelijk. Ja. Hoe kan ik dan bij die hier insluiten? Wat? Dat wil niet. Of er moet kool zo zijn dat ik de mannetjes doe en doe de vrouwtjes. Nee, dan doen we spijnenhazie. Nee, dat kan ook met kool zo hoor, voor vermeerderens. Oh ja, dat is ook zo. Wat doest u er nou in? Tavers? Ik heb... We zullen een vruchtwissel doen. Ja, sorry, die beschaar. Ik wil een heleboel zwaaien. Maar die kist weer niet gemein. Oh, nee. Ik heb Tavis. Tavis? Nou, dan gewoon... Oh, kijk. Oh, hij bleef weer stilstaan. Gisteren, maar niet gelijk. Nee? Nee, met ging die... even goed. Het is even goed gewoon. Al moet nog een keer. Ja. Even mijn hengst erop.
Oh, ik een lek. Komt dat door die Klaas? Wat moet ik er nou inzijden dan? Tarwe, hè? Ja. Maar dan mag ook geen sprietje gerst zichtbaar zijn, anders gaat die combine weer... Oh, jongen, een glibber. Ja, nee, maar die snapt dat weer niet. En dan krijgen we de keepers weer niet vol. En dat glitst en dat lijkt dan weer. Oh, doe eens de accu, ik denk al. Wat ruikt er hier? Er brand, er is brand. De accu staat in de brand. Nou, moest ook in gaan sluiten, maar anders heb ik niks aan die overlap. Nee, klopt. Girl Power, ga je... Wilt rust nemen, muzico? Girl Power, Janice. Lekker slapen, Wicht. Goedjes. Met handen en voetjes. We komen nog een keer die kant op. Niet direct, hoor. Ja, ga jij er maar mooi mee. Goed doe ik. Zo. Ja, maar die aansluiterij is hier... Ja, hij is een ruk. Ruk. Het is helemaal niks. Dat zegt onze magazine man ook altijd. Al die druk van zijn. Och, wij hebben op het heden ook internet op vaak. Dat is ook druk. Och. En heb je een connect room, hè? Nou. Ja, hebben we geen glasvezels door. Heb ik zelfs. In ja. Orde. Nou, normaal hebben wij op zich wel een goede internet, maar dat ligt eruit op het heden. Hoe kan dat dan? Ja. Ben ze de, of, ja, met jullie hebben dat, ze ben door te roepen met glasvezel mee. Ja, maar wij hebben een verbinding met Eemshoorn. Een straal. Oh, juist. Maar dat werkt niet op het heden. Oh, dat is een rampje, jongen. Wij zitten allemaal op, wij zitten op één simmetje te trekken met een kamer. Oh. Ja. Nou, dat is echt... Weergeloze ramp. Nou, dat kist eigenlijk dat kist maar weinig, hè? Ja. Als je daar je hele datasysteem op moet draaien, nou, dan heb je wel een probleem. Oeh, kijk. Maar hij wordt deze week gefixt. Gelukkig. Ja, nog steeds per. Het is gewoon niet leuk. Nou, het is niet de KPN's schuld bij dat. Voor ons niet in ieder geval. Bij ons niet. Ja, broek moet maar even kunnen strooien erover. Ik weet het ook niet, hè. Cozy investeerders is het altijd net niet, hè. Wat? Jammer. Dit is... Oh, jongen, dit is... Daar heb je er weer een. Een misinvestering. Dit is een beest van zaaimachine. Ja, maar geen kummers erbij, hè? Niks. Nee, dat voor mij wordt een heel mooi donker grondje. Ja, ik zucht. En ook mooi strak. Ja, ja dat is dan maar zo. En... Maar ik heb hier net stronden en alles overheen, Max. Ja, kom wel wat op. Komt wel wat op. Dat is toch niet meer van deze tijd. Je kan toch niet zo lang zonder water of stroom. Nou, dat is het. Maar nou, het heeft een verhaaltje, maar ik ga niet in de tijd treden. Maar... Lampenfabs. Zeg je voor, alles via internet gaat, dat we hapert ligt in een no-time plaat. Dan kun je hem verstol. Nee, maar nou, ik hou wel van deze innovaties allemaal, hoor. Ja, kerel. Jawel. Nou, zei ik net, ik die. Nou moesten ze ook eens even een keer aas. Oh, bestier al. Wat? Bestier al met Simon zijn. Ja. Maar ik heb mooi bemest. Toen moest hij nog helemaal kummen struien. Ik kan er nog een keer over. Ja, jongen, zei dit soort maar helemaal over naai. Jongen. Gaat wel mooi zo met een kamer. Wat mijn zeg. Ik ken dit wel. Maar we moeten er sowieso een keer overheen, hè? Dat is altijd zo. Als de soort erin zit... Ja, moet we moeten van de veur een bij. Keer overheen, dan is het, zit de soort erin. En dag, Ko. Robert. Ik wil een petjes allemaal even doen van Ko. Doe een hele hoek nog.
Hier naar hem. En dit en dat. Ken ik niet alleen die kummerstreus, hè? Wat dus? Ach. Wat was alle duivel? Ja. Mijn oor is een kop koffie over de vlakte. Oh. Stroom aan de poot. Riek je dat? Nou, dit is ook kloor. Nou, dan kunnen we dit naar huis brengen. Half. Dan kunnen we... Ja. Vrouwen, ga door die zuivelmachine maar even op. Doe jij zo worst de weg op. Nee, ik ben natuurlijk is al goed. Oh. Eenmaal fietspad naar huis. Ja, jong. De moeder brengt u ze niet op deze map verkeerd. Oh. Nou, dat is geklapt. Welke stuk moet nou nog dan? Wat? Ja, we gaan iets van 60 gaan we ook al door. Ja, deze hier rechts heb ik ook allemaal al laat. Ja, 68 hebben we haar. Maar hoe 81, zit 82 Peet, hebben we ook al. 127, wat zit door dan? Is ook al kloor, die kunnen we met Oost misschien wel heen. Oké. Okay. 10 en 7. Bij hem zijn Donko. En 81, 82 doorzaat ook al wat in. Want 74, dat doorzaat ook sojabonen in. Dat hem de... Ja, dat is ook kloor. Toch? Ja. Ja, dat riep me nou laatst. Nee. Moeten we er nog even mee springen? Even kijken. Ja, daar zit de... Ja, dit hebben we ook saai. Ja. Heel slechte pH-waarde. Oh, dan zal ik hem met de kaart maar streuen op paard. Mag. En dit land is niet eens van ons. Die is van Gianna Hartman. Och, die, ja, maar die zorgt er helemaal niet goed nee, voor. Nee, nou, dat wil ik niet eens overnemen. Nee. Suikerbieten ben van Adrienne Hoper. Ja. Petje zeemus. Nee, dat is wel goed. En waar we door ook op best, ja. Mijn wal is aan, maar we kijken zo nog even. We zetten even de zaaimachine in de stuur, zeg. Ja. Gewoon nog even kijken. Ik heb het idee dat de zaaimachine naar beneden is. Kan dat? Nee, die is omhoog. Hij staat omhoog? Hij is verder in de lucht. Oké. Okay. Net nog een zender. Met een enorm stuk bereik. Mooi. Nice. Zweekt die. Dat is wel net. En hij is de vorige keer geslopen. Yo, boer Damian. Groetjes. Lekker slapen, jongen. Oh jongens, met twee zaaimachines zo. Oh, pa. Ja, zijn we hier mee aan, denk ik? Ja. Kan dat? Hier, nou kan ik. Wow, nou. Hoe kan dat dan? Ik lag over die map heen, jongen. Ik heb helemaal geen last. De hele avond amper last gehad. Nou. Hoe kent? Snaps. Zeg maar. Snaps. Moet we mine of is er niks ja, te mine? Ja, dat is wel wat te mine. Zullen we dit mais eraf mine? Oh, maar hier dan. Moest het niet verder. Hier is nog niks aan het groeien. Oh, dat moet nog zietje worden. Hier moet zietje worden. Kist ook dat waar? Ik ben ook alleen met een fan. Jouw mini trekken maar even. En was ook de fan dat broeken? Ja, even papaar. Papaar maar even. Dus doe maar even kummerstreuwen er even achteraan. Ik moet even ik pak even de dingen even. De kopmastreuwen moet ik hem hebben. Kok me dooi. Kok me dooi. Oh, ik heb... Ja, nee, die moet niet. Die poten eronder voor. Ku. Nee. Die. Als toch kop bij een mens met alleen... Nee. Nee? Nee. Nou ja, zeg. Ik doe weer ook daar of niet? Doe maar. Ik weet het ook niet. Doe maar, laat hem maar gewoon wat in. Laat hem maar wat in zet, zei ze. Zei ze. Lanting, ja klopt, Lanting. Maar moeten we niet te veel over hebben. Maar... Zes komt dan achter ons aan ook nog. Stream Elements, een nieuwe site. Ja, ze zei er net ook al, maar klopt. Ja, toch? Ik doe toch nog even mijn GPS'je. Zo staat het nou wel down. Oh, die is nog aan. Shift-D en dan... Ja, die staat goed geïnstalleerd. Ja, gewoon gebruiken. Off. Ik viel hem even, want hij was hoorst leeg.
Dan hoop ik één ding. Lanting, ik hoop niet dat die Mark komt, Lanting. Is dat perfect. Dat is allemaal goed. Dit is... pH-waarde is goed. Die gaat nog helemaal één keer meer, hoor. Ik ga niet deulen om de kalkmastruiden. Helemaal glow meer. Ik heb op deze map nog maar nauwelijks kalkmastruid. Oh. Leufk. Leufs? Denk. Weiss. Weissens? Zegs. Ik ken natuurlijk dat Maai is ook in met en met Legend allemaal saai, hè? Oh, doe dat die jongen nou niet aan. Nee, dat is wel heel flauw, hoor. Zal ik kijken? Ik weet niet, ik moest hem even roepen, maar zo met een chat. Nou, moet maar niet. Nee, ik wil een maatschappij groot biocorrol. Ja, Alfred Jodocus Kwaak! Superchat! Superchat! 99 cent from Alfred Jodocus Kwak. Dankjewel, Alfred. Dit ga ik voor jou, jongen. Fred Jodocus Kwak. Van de Krodocus. Stutter Pieter Potter. Lekker in het water. Ga maar voor naar huis. Ik kom onder Pulaat voor. Stutter Pieter Potter. Lekker in het water. Kom maar voor naar huis. Hij komt onder Pulaat. Ik kom onder Pulaat. Ik kom onder Pulaat voor. Hoor, Hilvers en nee. Bestond nog niet, maar Paul je zon. Oh nee, maar iedereen had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een nee. Van Paul je zon, Jeruzalem. Jongens. Oh. Waaraan zegt Pieter, en hij heeft gelijk. We klappen hem erin. Moois. Hey, maak de dikke batterij. Ik moet erop klappen, ik moet erop slaan. Het is de spanning in die boxen die mij oploopt. Batterij, batterij. AA++, wat dik dakkerij. Kom maar hier. Ja, geef me energie, beweeg dat ding voor mijn ogen. Ja, en laat me even kieken. Kom van volle batterij. Word naar wat het steeds is. Want wat deed aan de batterij die al leeg is. Leg hem even aan mijn kobel. Laat hem maar lekker op loon. Leg hem nou maar aan mijn kobel, want dan kan ik ontloren. Batterij, batterij, batterij. Woep, woep. Welke wichten wil schudden voor een appel en een ei? Batterij, batterij, batterij. Ik zeg overal kadet in net bakkerij. Batterij, batterij, batterij. Woep, woep. Welke wichten wil schudden voor een appel en een ei? Batterij, batterij, batterij. Ik zeg overal kadet in net bakkerij. Mag niks uit, hou voor vol of ampère. Zijn vlieg met dat ding in mijn berg. Is het een van dure cel, want de chemie deed je ze wel. Mijn knietje zit verstopt, ja, die zit achter mij snel. Ik ben smerig, vies, maar dat duurt me niks. Hoeveel procent is er nog, kom, lukt het wicht. Ben gooien in de wichten waar ik aan zit. Het is als gooien verholden, de beste ben aandikt. Leg hem even aan mijn kobel. Laat hem maar lekker op doen. Leg hem nou maar aan mijn kobel. Want dan kan ik ontdoen. Batterij, batterij, batterij. Welke wichten wil schudden voor nabbel en naai? Batterij, batterij, batterij. Ik zeg overal kadet, is net bakkerij. Batterij, batterij, batterij. Welke wichten wil schudden voor nabbel en naai? Batterij, batterij, batterij. Ik zeg overal kadet, is net bakkerij. Gooi plus min, alleen een pluspunt. Dikke batterij, gooi rust gun. Zet mijn taan erin, zowel een stuk lussen. Lot die dikke derrière nou maar in mijn nus gun. Batterij, batterij, batterij. Batterij, batterij, batterij. Batterij, batterij, batterij. Welke wichten wil schudden voor nabel en naai? Batterij, batterij, batterij. Ik zeg overal kadet, is net bakkerij. Batterij, batterij, batterij. Welke wichten wil schudden voor nabel en naai? Batterij, batterij, batterij. Ik zeg overal kadet, is net bakkerij. Batterij, batterij, batterij. Goeiedag, hè, machtig nummer. Van de heren Jeroen, Tuin en... Rick, ja. En Baptista. Baptista.
Ik heb gisteren nog... Ja? Karaokeet. Met wel dat, hè? Met het liedje van Waraas. Nee, oh, die kist hoe je de kop. Met dit liedje namelijk. Ja? Ja. Oh, leuk, ja. De buren, die gaan naar Curaçao. Oh, dat meen je? 4 jaar lang en dan komen ze weer terug. Nee. Dus ze hadden een feestje in de klap. Oh. Dus dat was wel even leuk. Ja, jong. Och, nou, daar kom ik zo meteen wel in op. Maar ze hadden zo'n JBL, zo'n dikke JBL-box gekregen. Ja. Ja. En met lessen microfoons. Oh. En prompt begonnen ze maar aan te draaien. Mooi. Komt buurman Bimmy, dus ik zo. Met die dikke batterij. Oh, dat kostte hoe. Ja. Maar, ik zal die vertellen. Nou. Wij hebben vroeger in Oldenkerk woonden. Ja. En de vader van de vrouw van de buren, zeg maar, die naar Curaçao gaat. Ja. Heeft daar ook gewoond. Dat is van Slager Tjoeker, die daar zat in Oldenkerk. Oh, dat kan. Wist u dat nog? Nee, weet ik niet. Nou, ik dus nog wel. Nou, werkelijk. Jappie Turbo was er niks bij. Hij wist alles van vroeger nog. Ik zei, wat machtig om te horen allemaal. Oh. Ja. Oké. Okay. Hij was 58 en ik dus nou, een lutje 50. Ja. En, dus hij wist even wat meer van vroeger, van die tijd dat wij er woonden, als ik eigenlijk. Oké. Okay. Ja, machtig, joh. We hebben een tijdje met een broer. Leuk. Leuk. Ja. Ja. Dat snap ik. Want zij hadden door een slagerij in Oldenkerk. Ja. En bij hem door wel eens een koe heen bracht. Lopende weg door naartoe. Nee. Om hem zelf te mogen doden. Oh. Ja, dat was toen. Oh. Begin jaren 80. Maar dat kon toen zo? Ja. Oh. Mocht zelf doen. Wat was dat van die leutje 30 dan? Ja, dat bleef me maar een dikke 20 over zo natuurlijk. Maar, ja, snap ik. Nee, maar dat was echt zo. Oké. Okay. Ja. Grappig, ja. Ja. Echt klein wereldje. Maar hij wist precies die buren die er verderop woonden en de hè, bedoel, bij hem in Oldenkerk woont, ja. Ja, ja, ja. En waar Henk en Harry Ridder woonden, ja. Door woonde eerst een Van der Meer. En die Van der Meer zijn daar uitgegaan. Ja. En die hebben voor ons hier in woont, waar wij nou wonen, hier. Hier op de Homst? Hier in Niekerk. Oh? Ja. Oh, wat gek, ja. Hmm. En hij kon die ook wel weer. Tjonge, jongen. Ja. Mag dat toch? Ja, leuk. En hij wist wel vooral om te vertellen over Jets met Beuten en dat waren onze buren. En diverse sleutelclub natuurlijk. Gest ook weer druk allemaal. Wat? Vroeger hadden ze allemaal van die sleutelclub, maar allemaal monteurs bij ook. Nee, maar ook het huisje, het vervallen huisje dat in het land stond, dat wist ook allemaal te vertellen. Maar. Ja, hoe het verhaal. Nou, dat was toen wij er woonden. Was er zo'n Sinus! Zo'n vervallen huske. Oké. Okay. Nou, ik zei, dat weet ik nog wel. Grappig. Dus je hebt met Jappie Turbo zitten keuvelen. Ja, misschien wel, maar deze man wist ook veel. Die wist mijn hele jeugd te vertellen, prachtig. Ja, dan mocht ik graag in mijn aanhouden. Ja, dat is toch echt leuk. Ja. Dit is gezaaid. Ik heb de 2 percelen even bestrooid. Nou zal ik die 145 ook wel moeten bestrooien, vast en zeker. Mooi, Tinnis. Is toe, Tinnis in. Hij had een bos, zij had een krul in steen, dan ben ik weer los. En Tinnis in, hij had een heel groot zwin, lalala. Hij is toe, wat zien. Doe zoals mij, neem je. Ja, dat weet ik. Wat is dat, Tinnis? Ik heb hem even op de farming. Ik zou een mooie screenshots maken.
Ik wil die old Big Emmer, zei Mina. Doorredden. Wist wat we kunnen doen, Ko? Even vind het leuk. We gooien het dus even over een hele andere boeg. Wat gaan we doen, Ed Muus? We gaan eens even gek doen. Gaan gek doen, zegt hij. We gaan een heel onhandig stukje land kopen. En dan ga je doen, dan Gauzer. Dan gaan we lekker maaien. 141 of zo, gewoon iets geks. Zoals dat, kreeg toen geen commentaar van die andere twee. Ik heb me niks gul, eigenlijk. Ja, ook maar nog. Ik wil er geen. Moist. Maar ik riep door eens even heen, Ko. Doe maar dan. Maar het wel met de lorenwong achter me aans, maar ook niks uit. Ik ben even, dan moet even, kijken aan buis? Nee, je moet even hier op het land kijken, dan kom ik eraan. Oké. Okay, ik maar doe eerst hier aan het zuiden best. Ik ga even met Legends in investering op paard. Oh, hier is stikstof perfect. Ja, tuurlijk. Dat is met mijn saaimachine met kunstmest gebeurd, denk ik. B-hoorwoorden. Niet de B-hoor, maar de P-hoorwoorden is Double goed. D. Goud. Dus daar doen we hem niks aan. Dan ga ik nog even bij 52 kijken, dat andere perceeltje. Hallo. Wat hebben? Nee, laat maar. Ja, jong, toe hem. Tja. Dikke snoepkont. Ik ben tol van de boek alleen. Ja, van een nieuw boek, joh. Broek, plaatje, broek. Broek, plaatje. En je doet het topper, hè? Lekker slapen voor straks. Tieners wordt groot, jongens. Wat me elke keer weer op, wat diek van ver. Ja, jong, die. Nou, wij waren vanmiddag dus even voor te lopen. Ja. En, Waar waren we In Hooghaal. Oh. In de buurt. Mooi leuk, stukje natuur, ja. Door zo. Ja, mooi weer natuurlijk. Ja, prachtig. Oh. We hebben de buurt zitten te eten. Oh. Nou, dat bleef je direct niet in maart, zo zeg ik. Nee. Maar wij waren door even aan het lopen en de beide jongen liepen voor ons. Ik zei tegen Greet, ik zei, Matthijs net zo groot als Chris bijna. Dat is ook zo. Dat is niet best. Ja, die jongen die geruit en dat jongen, nog maar 14 en Chris is 18. Ja. En ze zijn lieke groot. Die tieners, joh. En een kerel doet oister. Ja, maar, en hij scheert zich ook gewoon wel wekelijks, hè? Ja? Ja, joh, dat is. Er is Kain en Abel niks bij. Wat is dit? Nee, werkelijk. Oh, ik geef er om bij. Maar wij zagen ze lopen en echt worden, het scheelt bijna niks meer. Nee. Voor mijn laatste geloof, ik denk al goede dag hebben. En boer in de keel en dit en dat. Ja. Dat moest over 4 jaar weer zien, nou, net zo oud als Chris is. Och, hallo. Nee, papa, zakt hier een brak. Maar ik ga hem niet, alles uit mijn mond. Zo gaat dat zaak. Doe eerst helemaal niks meer Nee, maar dat is een mooi wereldje door. En door is een park die heet. Is het een park, hè? Door nou, best. Door in de buurt. Ja, en, maar het park heet het. Het Grote Zand, dacht ik. Ben jij bij die schotels geweest daar? Nee. Oh, daar staat ook zo'n schotel. Zeug mijn wagen of negen van die schurrels op. Negens? Negens door, ja. Een baag schuldens, hè? Ja, schuldens, maar geen kopjes. Geen douten erbij, schuddeldout. Nee, geen schuddeldout. Nee, maar dat, ik mag daar heel graag aan mee, hoor. Ja. Dat is wel even de moeite waard. Ja, bij Westerbork, Pat. Mijn oudste is 13, maar die van 8 gaat hem zo hard voorbij en linkt. Ja, jong, dat is wat verschil, hè? Ik heb gelukkig drie lichter. Dat is een mooi wereldje door. Klaar om te oogsten gras. Wat, ik denk dat ik de 141 eens even kijk wat hier de kosten van zijn. Nou, ga maar even kijken. Eens even zien. We gaan gewoon even een gek landje kopen. Die kost... 1,5,52. Ja. Gewoon niet aan noordenken. Ja, wat? Dat doe ik gewoon één keer zeer. Oh, bliksem. Is toen dat wel... Besproken met een moorschap? Nee. Dat dacht ik al. Tieners vliegt de lucht in. Inderdaad, prachtige kerel, zegt Christian. Komst Bimmy? Je komt er zo aan. Leg maar op zwotje.
Ik leg hem gelijk op zwartje. Ik moet hier nog helemaal anderhalf baantje dwaan en dan rij ik hem die huis aan. En dan komt er al een keer goed. Oh, lulu, lulu. Zegt de GPS. Ho! Wat? Hij legt het niet op zwartje. Oh, dan moet hij maar eens naar mijn lawyer. Ja. Hij moet wel even op zwartje neerleggen. Zo. Hij legt het nou op zwartje. Ja, leg hem even op zwartje. Probeer, neem ik hem op zwartje leg. Hoe lang moet ik wachten totdat zit maar eens Reven, is niks mis met, wat wil zeggen? Een reven trekken, geen reven. Hij legt een zwartje, Ko. Ja, ik rie nou naar huis. Ik is me nou al niet meer bij, al. Ik rie 25 kilometer per uur. Nee, dat red ik niet met deze vent. Hey, ik pak even een andere trekker zo. Maakt niks uit. Oh. Wat verloren wolk zijn bij? En die kruiwolkjes nou? Denk. Oh nee. Ja, die Klaas. Ja, ik ga hem anderen, hoor. Nee, wij hebben nou een dik stuk land. Kap ik je nou eerst niet, Ko. Wat? Machines, Ko. Machines? Oh ja, blikken. Dit is trouwens wel een mooi hoekje. Een mooi boerderijke hier ook. Ja, kunnen we die niet overnemen? Zullen we die overnemen? Kunnen we hem overnemen? Ja. De Gartner. Goeiedag, hem Joran. Hey. Topper. Wat vonden jullie van de eerste race van dit seizoen? Nou, net wat ik zei, voor Max fantastisch, voor Formule 1. Ja. De spanning was er wel een beetje af, hè? Die Max, jongens. Maar oh, wat is dat een robot, hè? Och, maar heb jij die eerste... Ze lieten hem een stukje zien van die eerste sectortijden, hè? Mm-hmm. Er staat de hele tijd een paar duizendste verschil, hè? Paar duizendste. Jongen, wij hebben een poor seconden hier zitten, hij poor duizendste. Dit is gewoon een afspeelplaat. Het is een robot, echt waar. Er waren zelfs bij die waren op de duizendste hetzelfde. Ja. Ongehoord. Dan doe je op elk moment precies de juiste schakel. Ja, maar snapst doet. Ik bedoel, elke ronde sliet die band. Elke ronde zakt de brandstofpeil. En hij weet dat exact op hetzelfde te houden. Ja. Dat is toch... Kies die niet voorstellen. Ah, in het middenveld gebeurde wel wat, maar even eerlijk. De top 3 in teams was Red Bull, Mercedes, Ferrari. Ja. En de McLaren komt dichterbij. Nou, dat is in 2023 ongeveer een einde. Hetzelfde vrouw. Hetzelfde loopt een pak. Ja. Wat moet zijn. Oh, ik lag weer als de... Is er last van die derde lag? Ja. Dan had ik toch niet zo'n probleem. Nee, maar zo is het wel. Ja, ik ben met die jongens. En toch 10 seconden voorsprong na 10 rondes, ja. Oh, ik ben ook per ongeluk over die 6 duim slang rijden hier, hè? Kom nog een keer met lopen, Borgs. Ja, ik ken niet harder. We hebben hier een die fan, die dikke fan hier onder het dak skaten. Nou ken ik die... Nou heb ik het weer dan. Ja, ik ken dat niet. Ik zou gauw bij Lens. Ik moet die... Park me daar, je rapper. Hoe wordt er even achter zijn poten? Ik moet er zijn. We gaan eens even een Z-A. En een Z-B. Ja, maar dan gaan we even dieren met Nols. Ja. Hoor, ben die ladenwagen zijn nu, zo bij andere... Oh, zullen we het in pak noemen? Kent ook in pak? Nee, ja. Ja, pak die kronen maar. Ja, ja, is goed. Ja. Dan pak ik even aan de trekker, hè. Ik pak even de Fiat. Nou moet ik even B zetten. Maar dan moet hij het echt ook met Raven? Ja? Ik dacht dat met Raven niet hoefde. Oh, nou slaat hem je hartstikke vast. Nee. Is dat met Raven ook zo? Nee, juist niet. Nee? Gaat dat een beetje goed met Raven? Ja. Ik doe makkelijk een diagonaaltje van. Ja. Ik ga... Automatische werkbreedte, zet de lijnen aan, oké. Okay. Kijk, nou heb ik een diagonaaltje, dames en heren. Jij bent goed bezig. Ik moet eerst een gasolie tank, ja? Zal ik even kijken hoeveel hier nog in die tank zit? 2700 km. Nou, even kijken hoeveel er straks nog over is. 2000, denk ik.
Nou, ik maai nu diagonaal met de GPS. Doen we anders nooit dit. Hoe bedoel jij diagonaal? Nou, normaal maak ik altijd linnen, hoogs en recht over de map heen. Oh ja, tuurlijk, ja. Maar ik moet nou een diagonaaltje doen. Oh. 300 km heb ik erin uitsneld. Oh, naar de graden. Oh, oké, okay, ja, maar nou heb je het bij het land langs aangemaakt. Dus ook goed natuurlijk. Welk perceel was jij mee? Oh, oké. Okay. Hey, Leibert. Word ik nou Ben? Ja, dat is wel. 141. Helemaal linksboom. Linksboom, ja. Nou, oh, linksboom. Beetje. Helemaal neer naar reden doen. Linksachtig. Linksachtig. Is dat vlak 0144, hoor? Een beetje in buurt. Ah, ik kom wel neer, joh. Kom wel goed. Ja, over de brug, links of rechts en dan oversteken. Ja, ja, nee, kom ik eraan. Ik kom eraan, joh. Ja, nee, best. Hm. Erik Sanders, lekker slapen. Oh, door. Ja, nee, juist. En ze. En 104 varen en 101 varen leven al in hoe kan dat doen. Maar dat komt goed even dus, hoor. Goed zo. Hier moet ik weg in. Haal dan naar de andere kant. Een streamelement zegt hij www.beoshop.nl. Hoe is het mogelijk? Ik had het eigenlijk net ook. Ja. Ik zal het even erin laten. Nou is het even van. Ja? Nou, die lean die is nou aan de overkant wel geleakt, maar nou niet even netjes, maar dat geeft niks. Hé, joh, ik kan het schillen, je. Er zit nog wel een strookpakje in, hoor. Ja. Oh. Ja. Nou ja. Dit niet anders. Ik denk dat ik straks bij de bulle omhoog moet knobben. Wat is die een tour, dit? De Bioshop is niet klikbaar, dan heb je een punt. Dus er geen https://. Jongens, niemand heeft dit zien. Niemand heeft dit zien. Ah, oh, knooikant. Mooi hoekje land dit, jongen. Dus het geldt wel weer hè. Is dit de correcte manier van maaien? Je rijdt toch de kopbakken weer eens aan flatten met omdraaien. Ja, maar je moet altijd eerst wel alle kopbakken maaien. Anders rijd je het allemaal eerst plat. En dan maaien ze niet pak. Je moet er eerst om toe. Ja. Zo eerst. Zo. Ik heb een probleem, dus ik heb mijn lijm opgelegd. Ja, ben. Vindt er zo mooi, hè? Vindt er net zo mooi? Ja, dat vind ik zo mooi. Oh, kijk, daar ga je weer aan. Dan leg ik door die bocht heen met die GPS. Dat is niet normaal. Dan ging het ook nog met je haar. Daar is het. De code is ook al niet klikbaar. Werk aan de winkel Emus. Ja, maar de winkel van Emus is wel klikbaar. En door ga je er dan. Zo is het. Die klinkt aan een klokje. Toch, Petter. Hey, Emus, kom eraan, hoor. Ja, ah, kijk. Hulp, roep. En nou om hier bij het badje. Denk om het badje, hè. Ging net ook al helemaal. Ja, hier moet het badje moet er deur, hè. Mooi perceeltje, Emus. Mooi perceeltje. Ja. Geef je aan. En de korken. En er was die achteraan. Korken? Ja, korken. Ja, maar die kist op die kik. Als ik dan X druk, dan klapt het mooi. Maar hangt het er niet meer stief achter. Nee. Dat is helemaal terugrijden. Ja, ruggels. Zie,
Als je iets bestellen wil, dan https://www.farming.nl/partner. Ja. Dat klopt niet. Dat moet ook veranderd worden, Petter. Verdikke me. Ik wil eigenlijk niet meer naar dat men naar Emus Farming gelijk. Verwezen wordt. Nee, ik heb het allemaal een beetje aangepast. Emus uw adres? 24. Ik ook. Nee. Ja. Oh ja, die pers doet ook 24. Ja. Maar ik denk niet dat ze me direct pakst. Nee, dat grip die niet gelijk hoor. Maar ik wil wel gelijk heb die kabakkers ervoor voor dus Petter, ik ga aan de slag met die ballen. Ja, nee, is koud, Ko. Ik is toen naast toen door geen omkijk hoor. Ik nee. Die pak door even boys. Die laat maar vast in aan, maar het wordt duister. Ja, het wordt een beetje duister. No? Het is een mooie voor het klammer geworden, hè? Ja. Half negen wordt klammer, zei klammer. De groot dwa. Wat? Wel, zei dat? Pelles. Wou pellenboers. Hoeveel pakken heb ik achterop liggen? Even, twee. Dus? Twee. En dan komt één uur de poepers. Oh, die bips. Petje, terug. Goed, hè? Oh, dat zag je niet eens misschien. Maar. Nee, dat zag ik niet. Oh, nou, ik stop even kijk. Dan legt ze heel mooi af. Hey, goed even. Dat het zo gezellig is. En Jim bent te weert. Nou. Ja, dank je wel. Wat een machtige tekst ook eigenlijk. Ik heb het gewoon omdat het zo gezellig is en Jim bent weert. Oh, zeg, lief. Ja, volgende hoop met. Ik ben lieve woorden. Nogmaals €25. Dank je wel, Jan. Dikke hype voor jou. Fantastisch. En we hebben het al zo nodig zijn, jongens. Ja. Wat poepst u die pak hierheen? Ja, jongen, ik had wat glitchy. Ik was hem stopt, omdat die pak er hem af moest glijden, ja. Oh. Maar dat wil dus niet, je moet blijven rijden. Ja, je moet blijven rijden. Ik was hem stil, ik blijf steren, ja. Blijf steren, ja. Maar ja, maar gemak toe. Nee, hij schiet daar nou wel pak daar heb je er weer een kronenklungel. Hé, hey, hij schiet nou wel pak. Ja. Goed, ja, blixie, Gordon. Een kronenklungel. Ziet de legend in? Nog legend? Legend? Legend. Ziet u dit nog? Mooi stukje laan, ik wil hier meer. Ja? Ja. Ik hoor van Bunners. Bunners, klaar. Ja, dat. Lammert Wobbers gehyped, Ome Joop hyped, Bertus en Ruben en Christian Petter in het broek. De omdat Jan Voorthold even gek deed ja, zo net. Ja, onmachtig. Legend draait zich om. Ja, denk ook. Ik denk dat Legend al lekker ligt te koezen. Denkt ook. Die wel een beetje man op behalen weet. Tanks. Swifty. Oh, maar wat moeten we met die pakken doen dan? Ja, die kan ook in dat ding zeker. Zonder dat het schud is? Ja, zot niet. Twijfelk. Anders hebben we koupakken, jongen, dat geeft toch niks. Dat wordt wel op. Legend die moet die koeien, die is altijd druk met de vee bezig. Dat komt wel goed. Pak die maar ja. Druk. En die productie draaien in de volgende map, fabriekjes. Oeh. Een beetje. Wordt me direct nog niet mee bezig om leuk. Pakken kom hier vanavond, jongens. Hier staat ook gras van drie bipsjes hoog, hoor. Hier, of hier, bam. Schiet dat weer draaien, doe. Al op dezelfde steek. Max Twicht. Hallo, de stream komt goed door in Kingsman, USA. Goeiedag, heen. Oh, ik lag. Ja, dat heb ik niet. Ja, fabriekjes vind ik zelf wel leuk.
Mooi, heb zien, joh. Je hebt het allemaal correct? Ja. Ga gehoord. Alweer een paar keer uit. Jongen. We moesten ze hem zien. Oeh, ik moet de lamp maar aanhaaien. Ik kon hem wel vreselijk gewoon lekken straks. Ja, met de lamp, hè? Denk wel. Sfeers. Ja, maar ook met al die pakken, moet ik maar zeggen. Ja, maar die ruimen we op straks. Maar straks voor naar huis gaan om de show. Dan moet er helemaal korken bij op worden. Dat zal het niet. Dan moet het waar mooi rieken. Ja, moet er dan korken bij? Ja, dan moet wel helemaal een goede Annie worden bij. Ja, die blauwe. Ja, boven die pellets. Ja, daar kan pakken genoeg op, zou ik zeggen. Zou ik niet? Zou ik zeggen, maar dat kunnen we zelf loden, ja, met ja, denk. Met de ding, met die dikke Meijerklem, ja. Oh, boh, stond ik best heel gek. Och, kill. Ik heb helemaal geen last. Nee. Nee, totaal niet. Ik heb nou het probleem dat ik op mijn aardappelpoot dat het net lijkt alsof je tarwe of zo gezaaid hebt. Qua tekst op het land is dat bij jullie ook zo? Nee, bij mij ook. Weet ik trouwens nog niet met aardappels op deze map. Dat gaan we nog doen. Dat denk ik niet. Maar, oeh, nou heb ik lek. Dit kamke hier voor. Ja, even... Met paak. Oh nee, dit is niet toegang. Moeten we dit hem of niet? Nee, laat maar. Laat ook maar. We holden de show vol op. Ja. Och, kan ik hier de weg wel op? Ik stond hartstikke stil. Ja, dat deed ik. Ik sloeg hem helemaal op. Oh, oké. Okay. Maar doe best wel onderweg met de shovel of niet? Leibert? Liebling van mij? Nee, ik moest hier meer die kronen zu Hause brengen. Ja, dat is maar eh. Die kunnen we maar naar Landwirtschaft, die Landarbeiter brengen. Arbeiter? Die brengen, ja, naar die akkerbouw. Riek dan een goede kant op. Lijkt. Jomma, gek genoeg. Zo, paak jongen, zo groot en zo dik. En, Eén wiers, drie paken heb ik nu zo'n beetje. Dan was het doel wel. Hoe lood as het is. Dan was het door rins. Dat wordt een beste wolken voor me. Ja, dat gelijk. En dat gaan we allemaal doen. De volgende aflevering. Is dat zo? Nou. Oh, mijn kind alvast wel begon te lopen. Ja, hij ja, holt spul op. Zeker. Ik kan wel een korken doen, ja, maar die bij Renny toch niet met één kork vol. Denks niet. Nee, dat weet ik niet. Maar wat moeten we met al die pakken heen? Ik kan het ook verkopen, hè? Nee. Dat is zonde. Die zetten we gewoon. Jongen, wat graspakken. Ken dat schilden, jongen. Over de skopkes. Ja, nou, maar de kaarten die lusten ook kuul. Ja, maar gras is geen kuul. Nee, dat is een punt. Dan moeten we dat nog wikkelen. Oh ja, een wikkeloor dan. In Akseloor, maar een wikkeloor. Maaischien. Is dat op kentekens? Oh, ja, een speciale afro zeker bij de RDW. Oh, die ben ook bier zo groot en zo lang. Team Madison. Ja, dit. Machtig. Nou, ik heb wel dat de machines steeds stilstaan hier nou, hè, zo langzamerhand. Ja? Ik heb totaal geen last. Ik knap er overheen alsof het niks is, hè? Kinderen hier onder de dak staan? Jawel. Even op spiegel? Nee, daar zie ik niks van.
zo weer terugbrengen, nou let je er niet in. Geld en voortbij? Nee, dat doen we niet. Die jongen die heeft er zo hard voor dat vaak. Ja, hij draaide man, vraag die we wel. Dat doen we niet. Dat durf ik niet meer bij de Legend in het spel te zetten. Hou er maar de gelijk even voor. Oh, die kar. Ja. Er zit nog spul op. Die korken? Nee, ja, toch? Ja, wel. Oh ja, die leuke ding. Die andere aanhangers. Oh, die kunnen ook wel met, ja. Hebben we twee karren bij ons. Ja, doe maar. Ken ze achter een kander. Nou, die kunnen wel op laden af, ja. Wat? Die Mahindra. Oh, die Kubotus. Ja, en die paasmachine daar door. Daar moet toe stongen. Ik ben hier paas, ja. En paas moet ook weer met een hoest houden. Ja, doe best nog met trekker, hoor. Ja. Nou, ik heb met shovel die kamer met kring trekken. Oh, zo. Wel, kijk. Oh. Nou, gewoon met dubbele karren, waar we met begonnen ben. Ja, in de gebouw ook weer mee. Ja. Yeah. Moet straks even die paas in de gordel, want dat ding ook onrol nodig hebben, hoor. Ja? Ik heb het idee dat wat met z'n dat trekt. Ja, die messen en zo, dan moet ook hem slepen worden, om te houden. Ja. René Schep, dankjewel. René Schep, dankjewel. Lekker slapen, jongen. Topper. Nou, hij gaat helemaal niet op air, hè? Oh, dacht ik. Hij zei twee keer een leuke livestream. Ik heb twee keer dankjewel gezegd. Moet een lamp maan of zo even naar Merken toe? Ik heb lamp maan. Ik heb me niks schild. Die 10 minuten meer hoor, maar de lamp nog even maar. Ja, hè? Ja. Boah, god, dan lek ik door weer aan de mallen. Hoe kan dat, jongen? Nee, ik heb weet het niet. Hier ook bij al die pakken in totaal geen last. Hans ten Haven! Ja! Oh, Haas! Van. Er ligt die duip in de sloot. Een muus geeft al zijn emoties bloot. We hebben nog een fans, we hebben nog een mooie werkless show. Oh, dat is ook wel geinig. Een dikke B18. Een dikke dagmodder erin. Bob, bob. Dikke zes pedders. Aansegmenteertje erbij, ja. En pakken zo. Oh jongen, met in die vet, jongen. Er zit niet door een prom licht in. Ja, ja. Wat van mijn teken. Kom maar aan, go hoor. Kom. Dus, Kijk, en dan hoor ik weer pip, pip. Dat er alsof er achter u er is. Zo lijk ik, soms. Ja? Ja. Ja. Hebben Jansen die zegt? Kun je even de groetjes aan de trouwe kijkersmaten en Bianca doen? Lekker gaas, geef zo! Goed bezig. Dus Maarten en Bianca, even lekker cozy op de bank. Gaas! Zeg maar niet zoveel meer, hè? Nee, wij zijn ook hard aan het vaak nou, hè? Wat klinkt die dan? Haastig, heem! Laatste keer was dat bij Bedek. Oh ja, Bedek, ja. Oeh. Bubbelbult. WG18 en die kan 15 tons bak prima baas. Oh, dat is wel leuk. Oh, dan trek ik even de mats van de fanserver af. Is het erg? Zit er ook geen problems? Oké, okay, tuut en ik lag en ik... Oh, hard. Ik heb het al in de gaten. En dan moet ik pakken over hem, met lag. Oh, du hast niet zoveel last van die lag, hoor. Ja, je hebt lag op een boom. Gooi ik er nou toe. Ik zag het. Oh, we moesten eens kijken wat hier aan happens. Hier moet ik toch wel even... Zo. In het gereedschapkistje, die bengelde nog nul. Komt er door van misschien. Kan ik ook met de kabbeling spelen? Heel jawel, veel gas geven en dan achter u. Ja hoor. Dat kan wel. Die kan ook wel pakken, hoor. Ja? Jawel. Ik doe maar 4 hoog. Dat kan. Jawel. We hebben geen... Hans ten Haven, een nieuwe abonnee. Ah, Hans! Wist hij voor het eerst? Ja, mooi! Goed bezig. Hier ligt nog wat los.
Les Gras, dat is een die nooit op zwartje noemt. Nee. Dan was precies waar ik begonnen ben. Oh boy. Je hebt maar rakel zijn, dus je. Hé, worm. Oh ja, de gut moet omhoog misschien. Dan moet die pakken eigenlijk wel allemaal even noorsnallen liggen. Hoe bedoel je, Peet? Ze zijn allemaal ver. Ja, dat komt dat je hem moet rijden. Ja, maar dat ik zag het een keer gebeuren. Ja. Dan. die ene pak die glitst gewoon omdat het op de server is. Ja, ervoor. Juist, ja. Zo, hobbyboer met al peren. Hobbyboer die wil ook graag even van hem. Peren. Hoe? Perenboer. Zo. Die Mahindra die zakt even een ene. Een eentje. Ik breng hem trekkers uit mijn huis. Kom ik er zo weer aan daar, ja? Goud, hè? Oh, du bist over hier over die bult en gewoon door zo. Ik heb al een liag genoeg. Ah, Max is net een superchat! 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 6 euro van Mark 96. Voor de gezellige stream. Alvast een fijne werkweek gewenst en Eemhuis en de maatschap zijn de allerbeste. Dankjewel. Goed gaan. Dankjewel. Super, jongen. Ik ga het, jongen. Dennis Wolbert doet een film van de morgen. Toppers van jullie. Hype, hype. Dankjewel, Dennis. Machtig, jongen. Lieve woorden. Oh, die 127. Daar hebben we ook nog een bier moeten kijken, hè? Ah, daar kom ik zo deel. Oh, die fan, die dikke, die rijdt 63 kilometer per stunde. Ja, dat is waar. Ja, richtig gas geven. Dat is een fanmotor. En daarmee moet man kräftig gas geven. Ik kijk hier even onderin het gaar. Oh, hier staat nog tarwe. Nee, haver. Klaar om te oogsten. 200 euro pak rekenen bij die perenlui geld. Zo, ja, mooi. Ja, dit gaat mooi. Die Mahindra heeft al 3 oog. Lammer Bobbers, Emus en Co. Weer bedankt voor de mooie afsluiting van de week. Nu kunnen we weer tegenaan. Chat, bedankt voor de gezelligheid. Tot de volgende. Yes, Lammer jongen, lieve woorden van jou. Mooi. En we toch alweer nu we wat in verstaan, hè? Gaat mooi. Nou ja, maar weer een perceel gras erbij en dit en daar twee saaie machines. Ja, maar nou, ik vind wel, als je zo'n dikke Big M hebt, dan moet je minstens zoveel gras hebben. En ik wil straks ook, ja, als het aan mij ligt, twee mooie loren ook schroven. Ja? Ja, nou ja, moest eens kijken hoe volk wij aan de inkunden. Dan moet je wel... Maar doe best nou weer met paas of paas. Ja, omdat ik denk van ja, dan blijf ik aan de ritten. Daar heb ik helemaal geen zin aan. Dan bleef je aan de redden. Ga nog steeds mooi met de Mahindra. Oh nee, met de Kubota. Oh ja, ja. Met de Kubota. Emus en man zegt tegen een vrouw, schat, gaan we eens een mooi weekendje van maken. Wat een leuk idee, wat een massa prima. Zien we elkaar maandag weer. Nou, die is wel heel flauw hoor. Kan niet. Kan je niet zeggen, hè.
Dat durft hij dus niet te zeggen. Nee. Nooit. Ja, dat zou het mij maken. €22 van Geert Speelman. Toppers bedankt voor Dice mooie week afsluiter. Dankjewel, Geert. Jeetje, Geert, jongen. En heb je hem wel deur dat die streamelement nou wel wakker is? Want de superchat is nog maar binnen en bam. Dat is Geert, gigantisch. Geert, dankjewel, maar top. Dik hype, jongen. Super. Over heeft u de meinere voorleven is? 5 loog, zeg. Nee! Ah, dit durf ik niet aan. Spanbaantjes. Ja, die spanbaan die rekt me 4. Die ben niet langer. Die ben niet langer. Oh, Rius. Dit is echt. Ik wil niet. Ik was niet stijl. Ja, lolo, die diesel ligt aan de grond. Wat is zo groot. Branden de mond. Bellen brandweer. Even zo komen. Het is altijd leuk om naar jullie te kijken. Pro Farming te kijken. Jullie maken er altijd mooi zondag van. Ook de rest van de maatschappij. Superjet! €2 van JL Petter. Geet weer als een malle. Chapeau Stream Elements. Petter ook, dankjewel. Die week gaat. Bist al aan red? Ja, zak die bovenste logo. Wow! Wat? Ja, ik heb hem afgekoppeld. Moest niet doen. Zit er nou net een stukje veengrond door zo? Ja, ik probeer... Wacht, ik pak die bovenste loog er helemaal. Ja, doe dat eens even. Dat is het net, jongen. Doe die griepers erin, anders doe ik al die pakken eraf doe. Ja, dat is hem. Niet. Nou, riet me die handen. Ja, dat wil niet. Hij ligt aan, die disses ligt aan de grond. Oh. Ja, je kist ook wel waarom die blauwe kaart met hem toch, die Roland. Waarom? Ging zo mooi. Ja, wat moet ik zeggen? Maar hij doet nooit. En ik heb toch ook geen sperren in. Pak Legend zien Lutje Duitsers heen, dames. Oh ja, ja. Nou, neem deze maar met, hè. Dit wil nee, niet. Nee, dat ben ik al 4 onderweg. Oh, ik heb hier een zegro. Wat? Handvol? Handvol. Oh, die reed op me daar. Oh nee, ja. Dat is wel varen. Oh, is er ook oorkap? Oorkap in de trekkerbak. Ik kom maar aan, even zo stapel. Doe die pak maar hem op die rola, meel. Ja, wel mee. Dat gaat. Ik kom maar aan. Oeh, ik moet een lamp met me aan doen. Ook wel handig. Zo. Dat mooi Duitske, niks mis. Mooi open trekkertje. Het is in december, het frust, dat knapt, maar... Oh, hier, Hans de Naven, die zegt al 2 ton per raas. Ja, dat klopt. Maar Peet, jij kan die pak nou gewoon doordrukken, ja? Als je voorzichtig met die nee, pak... Nee, dat doe ik niet, want net ging er ook al één op zitten. Ik pak ze wel even mooi naast een ander en dan... Ik doe dat zo, de meneer. Ja, maar dan wordt het weer een puinhoop. Nee, dat wel. Heb ik nog niet deel dat doen, een puinhoop ervan maken. Wels. Niet dus. Ja, en op die andere korken, er komt maar 1 loog op zeker. Daar ben ik al wat pakken voor. Ja, pak me loog. Nee, jong. Nee? Hoeveel pak ligt er nog aan? Bijt. Een hele vraagte. Ja, jong, een beeld. Zal ik eerst met die Roland en Bron erin? Ja? Riep maar met de Roland. Doe maar. Ik ben nog onderweg, zo. Ben je dan met de Roland onderweg? Nee, met de Deus. Oké. Okay. Zie, nou heb ik dat wel natuurlijk. Ik ken het wel. Ja, doe kist. Het is op zich wel super pro. Maar, nou, ik wil gewoon even mee. Dikke snatsen. Thuis uit de voetbalkantine, kijk de stream, Mark wel terug. Hik, oh, Siebe. Siebe. Kalm aan, Siebes. Siebes. Nee, dat waren Siebels. Moet ik nou rechtdoor? Ja. Oh, dit is maar 1,5 uur onderweg met die Duits. Oh, best erbij. Ik ben er bijna. Denk het al 1,5 uur. Oh, er wordt niks.
Maar dat dan weer? Heb ik het net over pro-farmer. Nou, dan gaat het helemaal verkeerd. Je kunt ook gewoon twee pakken, ja, hé, muus. Doe je twee en breed achterop. Wijk. Waarom dus den night? Voor Biden. Hoe ligt hij, muus? Denk erom, ik rij hem achter die laas. Bist hier al? Ja. Ja, dat ging snel, hè? Had ik niet verwacht. Nee. Ik zelf ook niet, eerlijk gezegd. Rij jij misschien? Ja? Jij hebt een stukje voor u misschien. Die achterste moest even een beetje aandrukken. Ja, dat weet ik. Maar niet verder kou. Oh, wat franterig. Ja, wat franterig. Ja. En nou... Wild, nee. Jawel. Oh, gelukkig. Maar daar heb ik altijd, dan zeg ik één keer pro-farming en dan gaat het hartstikke ja, mis. Maar dat... Rinauwers. Ja, achteruit? Achteruit. Oh. Beetje omhoog. Ja, zo staan blijven. Zo. Maar gewoon... Ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, dit is pro-farming. Riemen met me met... 2, 4, 6, 8. Ja, dat vind ik jammer, dat er geen nekens voor hier, doe kist hier twee achter die en hier ligt nog één. Dan kun je gelijk de drie pakken, lieverd. Jawel, maar ik wil hierheen. Oh, nou, ik heb even spaanbaan vastgerookt, maar ja, ook met één. Oh, die lijkt naar de wereldpak. Ja, joh. Oh. Dat is dezelfde, hoor. Ik heb ze er overal uitgekeerd, alsof het niks is. Broek, ook jij kunt geband worden, hè? Ja, bonaars. Zie, maar nou laat ik die ene ziek aan het pak, geef ik dan even weer zo'n vies setje. Zal ik hem op shovel? Nee. Oh. Nee, maar ik kan dat eigenlijk beter. Maar ik heb lag, dat is jammer. Ja, maar waarom? Ik heb geen lag. Nou. Ah, zie je Christus! Nooit. Ja, dat zou het mij maken. 11 euro from Sibegies. Als een kan bier van 15 euro uit kan, kan deze 11 euro er ook nog wel vanaf. Veel waardering voor jullie jongens. Proost. Och, dankjewel, Siebe. Lieve woorden, Siebe. Maar doe best dronken. Moest het weer terug, hè? Maar dit is toch maar nooit weer... Kist hij helemaal niet meer rennen, misschien? Ik zet hem hier rennen. Kist doe die dingen zo op... Heb je zo? Oh, goed. Ja, dit was helemaal een beetje... Beetje drelskliks, hè? Een beetje de aarde. Maar dit werkt wel fantastisch mooi, mevrouw. Ja, dat is met die klemmers niks meer. Ik leg deze ook helemaal goed. Is die ook goed gepakt? Oh, Siebe is nog niet zo dronk, dus hij kan zich dit merk nog herinneren, gelukkig. Ken het op permetaaien. Zo. Wat doen we mooi? Oh, ik moet even mijn spaanband eraf. Oh, hij meemus, ik moet even mijn spaanband eraf. Nee, trek hem er maar terug weg. Ik heb ze eraf, ja? Oeh, dan moet straks een beetje over rechts. Nou ben je naar rechts aandrukken. Tikje, niet te boord. Ben je terug om? Ja, nu staat er eigenlijk een beetje scheef, te scheef voor, hè, muus. En niet toch? Los doen, niet... Ja, doe maar. Hij hoor je gewoon met jou. Wijs? Thanks. Zwegs. Ga je nog niet achterover, hè? Nou, er wordt al oorlog licht in snoeren. Moet tikje, nog een beetje... tikje naar voren, tikje naar voren, tikje. Oh maar, zet maar neer. Oeh, dit is een serieuze zaak, muus. Maar toch, we ruimen het hard op zo met dat ja, klem, hè? Ja, dat klopt. Oh, doe eens een beetje drelsker aanhangen, muus. Je moest even... Wat is dit? Wat dus? Belt me heen. Nee. Nou nog? Ik veel. Doe eens... Pak me een beetje recht in snoer. Oh, hij appt.
verkeerde knop. Betere? Nee. Maar de Superchat! €5,99 van Mau, mooi wel te rusten, slaperig slapend. Ga de stream morgen FF terugkijken. Is goed, joh, Mau, maar we stoppen zo ook mee, Mau, hoor. Maar dankjewel. En ook voor je abonnement en ook voor je abonnee en alles. En op... Hey, Mus. Ja. Lieverd, ik ken niet meer voor u. Kom maar. Ook niet? Dank voor weer topstream. PS, je man wel stop en. Ja, je man wel stop. Ja. Ik heb twee kilometer per uur met 4 kilometer wielsleep. Ford Museum, dankjewel. Hij zegt, dank weer voor een topstream. PS, je man wel stop. Ja, we stoppen zo. Ja, we moeten nog een keer rijden. Wacht, ik heb nog een poor. Ja. Moest hem achterop zetten, Emus? Nee, hij valt nog niet, toch? Oh, ik ken dat ding, ik ken dat helemaal niet. Ja, los. Oh! Oh! Oh, zo! Zwembadje! Ik heb ze vast. Ik kan nog vooruit komen met de Duitsers. 1 kilometer per uur, Emus, ja? Ja, ik doe nog even deze en dan de honden op. Ja, kisten mij dan even naar de dam toe druk. Maar ja. Deze moet je niet op land laten staan. Dat begrip ze ook wel. Maar deze 3 pakken ook niet. Dus die moet met. Oh nee! Jij vijf limmers afgenomen! Oh nee! Richting Robert Schultz, Bram Hummel, Christophe Rob Horstede en Nicolai Bakker. Eddie, dankjewel jongen. Eddie, dikke hype voor jou. Rustig door de bocht te koop. Spaan maar vast. Boswinkel, Matthijs Sikkema, Wits, Tjalling Hoenema, Tjalling Hoenema, Marco Boswinkel, Randy. Dankjewel, Broek, jongen. Hoe deze doet dat? Waar? Die trekker die zat ook een velg erin. Ja? Ja. Ja? Ja. Als ik een spanman luis gooi, denk ik. Ja! Die zet ze vast en niet weer leus. Niet weer leus. Druk me even door de dingers toe. Nee, dat gaat wel goed. Ja? Ik rie al 1, 0. Ja, ik ga wel even op mijn zelfs. Wat is dit voor de voor. Ja, dit moet je. Maar, ja? Je link nog een paar. Kun je niet direct een mer. Hoeveel link nog? Niks. Nee, dat wordt hem nooit. Zal ik die gewoon even naar de. Druk me maar naar de dam. Waar is de dam? Rechts, in de hoek. Hoe stuurs? Stuur doe maar rechts. Ik stuur, maar. Ja, gewoon rechts zo die gaat. Met ja? Veel. Ik heb nou, het is maar goed dat die spanman erop zit, anders lig ik niet droog hier. Ik weet wel wat er gebeurt, vlak bij daar bof, de lichtdeule kabinaat. Hoe ligt dat, de kist nog rijden of niet? Ja, de wielen willen wel, maar... De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond. Rond en rond, rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond. Als
de bus gaan rijden. Rond en rond, rond en rond, de wielen van de bus gaan rond en rond, als de bus gaat rijden. Hey, we zijn niet te dicht op die sloot erin, hoor. Dit is geen sloot, gelukkig. Oh, gelukkig. Ik schrok al. We moeten ook nog even bij die viaduct omhoog, denk ik. Ja. Dat is toch wel een werklaat, man. En doe ik nou zo de dam erin? Ja, ik ben hier in de dam. Oh, hier is de dam. Ja, we zitten zeker allemaal bijna bij de boerderij. Kijk. Nou, moesten we doorrecht door de weg, of? niet doen! Ik kan niks! Ik doe niks, ik stap al. Ik doe straks nou met Koningdam. Nou hebben we dus een gruwelijk probleem. Kies ook de ruggels. Ja, dat doet dan nog wel. Ja, maar doe kist. Oeh, dit wordt een serieuze slag hier. Moest me nog even helpen bij die viaduct omhoog. Doe ik. Oh, ik moet die even loslopen, want ik zit hier even achter. Ik zal even first person gewoon zitten, maar dan kan ik even bij de bouw over zijn. Ik geef hier de druk op, Koen, ja? Hem kräftig? Niet naar woorden bij, ga met het neus omhoog! Hoe kan dat dan? Ik geef die druk op neus, ik til die kar van achteren op. Koms? Is het misschien een idee? Ja, de shovel voor de kor. De shovel voor de kor, nee, hè? Nee. Doe los de shovel. Ja, nou gaat het mooi. Doe los de BM hoog. Wat is dat gebeurd nou? Waarin nog 10, ja? Wie niet weg is, is gezien. Oeh, die shovel die heeft ook zo'n zwier richting mij, hè? Ja. Ja. Heb mijn frontgewichtje erop, zeg je ook slam. Doe een slam. Muus. Ja. Ik waait nou uit, maar. Shovel. Doe slipst ook? Ja. Dan zit ik hier het asfalt op. Nee. Ik heb mijn lege gerens. De shovel die kreeg hem er nog niet eens meer omhoog. En we moeten nog een zetje. We zijn nog een zaadje van hoes. Ja. Ik ver niet er meer omhoog. Wat er gebeurt hier? Ja, ja. Oeh, jongens, die banden komen er ook van geldjes af. Zie je op Insta ook wel van die filmpjes van India en zo. Allemaal van een kleine grut voor de grootste woord. Ja. En vraagt erop dat dat ding constant op twee roden reed. Ja, en hebben ze van die zo'n bar, van die dikke boksenbrud achter op een beugel. Let's do wel hem op, doe moest. Ja, precies. Oké. Als mijn veurwiel me volgt, dan komt het goed. Ja, nee, daarom. Ik moet hem even. Kies mij hem druk, maar. Ja, nee, ik steek hem erin op mijn vuur. Ik heb problems. Niet wies, dit gaat meer in een hondengang als rechtuit. Ja, oeh! Nou moet ik wel in één keer een goede zwaar wieper, man. Ja, ik druk hier nooit aan, maar. Ja? Ja. Die band die ligt nog plat onder die korken. Wie is waar? Nou. Laat maar staan hier. Ja? Ja, dit is mooi hier bij de ondergaande zon. Nou, mooi. Doen we het plaatje? Ja, een plaatje hoor. Plaatje. Ik doe even twijfel, maar we staan hier te staan. Ben je hier in staart? Zo. Het is wel. Wel halla. Het is wel hout. Zo, hé. Dat ging een mooie muus. Ja, maar toch ben we hier al. We zijn al nul aan op de rit. Zeg die naai. Ik zal hem in. Ja, mooi! Ik heb mijn zaklaam zijn maar aan. Doe moest niet met die sleutel op me afkomen. Dan voel ik me wel even een beetje. Nee. Oh, doe het met die sleutel vlak bij mijn dingers te tik. Jongens. Stop met mij, jongens. Ik zie nog even de chat lezen. Christian. Ah, Sibergies door hem! Superchat! 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 €2 from Sibegies. Tot volgende week, heren. Wel te rusten. Dankjewel, Siebe.
was weer een machtige stream, man. Bram en Marco, dit is een mooie afsluiter. Ja, toch? Petter, superchat. En Wim, weer bedankt voor de topstream. Nou, topper, goed. Week maar weer gewenst. En tot de volgende. Ome Joop, superchat. Anneke Vogel, mooi. Patrick Koenen, was weer een leuke stream. Jongens, we stappen met van vanochtend. ik laat één laatste woord even maar naar Co over. Iedereen super, super bedankt voor deze hele fijne stream. Mensen, een fijne werkweek of een fijne schoolweek. Goed je best doen en dan zien we jullie volgende week weer terug. Zo is jongens. Volgende week geen last van Formule 1 of iets dergelijks. Want de race is op zaterdag op Jeddah. Ja. Dus we hebben daar geen last van. Ik zou zeggen, mensen, iedereen hartstikke bedankt voor alles. Het was weer een machtige stream. Mooi met de bikers. Is ook wel een keer leuk, jongens. Ik zou zeggen, kom van de week vast wel weer een leuke video. Als dit niet met de Rebus is, is het wel met een legend. En anders misschien met de speaker. Ik weet het nog niet hoe het loopt. We zien het wel. Maar in ieder geval, sowieso, tot volgende week, mensen. Mooi. Mooi.